Welkom bij de 162e editie van ons Politiek Café Zout. En fijn te zien dat u niet strategisch bent thuisgebleven. En terecht, want we hebben weer een mooi programma voor u. In het Zoutveld vandaag, Jeroen Bos, de Maashorst en de dynamiek van de Nederlandse taal. En dit alles, zoals u van ons gewend bent, vermengd met columns en muziek. En mocht u een en ander nog eens rustig willen terugkijken, dan kan dat via www.openwebcast.nl of via de link op onze site www.politiekcafezout.nl. Onze eerste gast is een Nederlandse schrijver en taalkundige die op een humorvolle wijze het taalgebruik van de Nederlanders analyseert. Hij is bekend van radio en televisie, onder meer door zijn scherpe reactie, zeg maar gerust het fileren van het Koningslied. Hij is voorzitter van het Brabants Dialectenfestival, vorig jaar provinciaal onderscheiden met de Brabantbokaal en zelfs uitgeroepen tot Helmonder van het jaar. Een hartelijk applaus voor Wim Daniels. Daar zit hij, de Helmonder van het jaar. Ja, dat is inderdaad, Wim, meteen de eerste vraag. Ale Riksel, geboren getogen en dan Helmonder van het jaar worden. Ja, ik heb nooit in Helmond gewoond. Maar ik heb wel altijd wel enorm veel sympathie voor de stad gehad. En ik ben op een gegeven moment stadsdichter van Helmond geworden. Heel veel gedichten over Helmond geschreven. Want je moest dan als stadsdichter, geloof ik, 10 gedichten per jaar schrijven. Maar ik had het eerste jaar al 40. Ik heb altijd echt ook voor de taal van Helmond, maar ook voor de mensen van Helmond, heel veel sympathie gehad. En op een gegeven moment heb ik, denk ik, daarom de titel Helmonder van het jaar gekregen. Is die sympathie wederzijds geweest? Ja, denk het wel. Ik kom er ook nog heel veel, ik treed er veel op. Ik vind het een geweldige stad. Flauw grapje, 40 gedichten gemaakt, waren er maar 10 hoeven. Dat betekent dat je hard gewerkt hebt, daar zijn ze al niet gewend in Helmond. Ik zat in Helmond op een gegeven moment ook in een clubje. En daar hebben ze ervan afgezien om werkgroepen op te richten. Ja. Dat werkt het niet. Dat werkt toch altijd, hè? Ja, maar Helmond is wel heel veel veranderd. Helmond en Os werden vroeger overigens wel vaak vergeleken. Ja. Er waren allebei een beetje arbeiderssteden. Daar kon het ruig aan toe gaan, zo werd gezegd. Natuurlijk zijn dat voor een deel ook fabeltjes. Maar zowel Os als Helmond is enorm sterk veranderd. Ten goede veranderd. Helmond is een prachtige stad geworden. Als je kijkt naar Brandenvoort, vind ik zelf een heel mooie wijk van Helmond geworden. Heel mijn familie die komt uit Helmond. En ik heb ook die armoede in Helmond heel goed gekend. Het was echt een armoedige stad. Mijn vader was een noeste arbeider die in Helmond bij de schroefboutenfabriek werkte. Dat was echt viezigheid was er. En dat is totaal weg. Wim. Je profileert jezelf in de media met je kennis van de Nederlandse taal. Daar kent iedereen jou van. Hè? Het Koningslied hebben we zojuist al genoemd. Dat letterlijk gefileerd werd. Maar je bent ook al juist in het Brabant zeer actief. Ligt het Brabant dichter bij je hart of gewoon de Nederlandse taal? Het is bij mij wel begonnen met het Brabants, want ik ben eentalig opgegroeid in het dialect van Ale Riksel. Dus tot mijn 12e heb ik werkelijk geen andere taal gesproken dan het dialect van Ale Riksel. Mijn liefde voor taal is ook via het dialect ontstaan. Maar elke taal is mij even lief. Of dat nou het Nederlands is, of het Russisch, of weet ik wat. Elke taal vind ik fantastisch. En ik heb ooit ontdekt, maar dat kun je dus in elke taal doen. Dat is eigenlijk het begin geweest voor mij, waar mijn liefde voor taal is ontstaan. Ik ontdekte dat elk woord een masker op heeft. En ik heb er een hobby van gemaakt, in het begin althans, om dat masker van woorden af te halen. En dat is werkelijk een fantastische bezigheid. Bijvoorbeeld, het mooiste voorbeeld dat ik daarvan ken is het woordje eenvoudig. Dat heeft ook een masker op. Dat masker kun je eraf halen. Wat blijft er dan over? 1 keer gevouwen. Daar komt het woordje eenvoudig vandaan. Dus elk woord heeft zo'n geschiedenis. En iets wat 1 keer gevouwen is natuurlijk iets heel simpel. Daarom is dat ook de betekenis van eenvoudig. En toen ik dat ontdekte, dacht ik, ja, maar er moet er ook iets zijn wat 2 keer gevouwen is. Wat een stuk moeilijker is. En dat is een diploma. Het woordje diploma bestaat uit 2 delen. Die, hetzelfde als duo, en ploma komt uit het Grieks van plaum, betekent vouw. Diploma betekent letterlijk 2 keer gevouwen. En zo kun je dat met alles doen. En dat kun je ook met letters doen, dat kun je met leestekens doen. En dat is natuurlijk oneindig, want er zijn zo gigantisch veel woorden en ook heel veel talen. Dus ik heb ook
uiteindelijk gekozen voor een vak, zou je kunnen zeggen. Waar je veel plezier aan kunt beleven. En die buitenlandse talen, hoe verhoudt zich dat dan? Hoe speel jij daarmee? Nou, feiten zijn die talen natuurlijk op zich allemaal hetzelfde. Ik had ooit een mooi voorbeeld. Ging uiteindelijk wel over namen, maar namen bestaan niet, want dat zijn ook woorden. Ik zat een keer in de jury van een gedichtwedstrijd voor middelbare scholieren. En die scholieren hadden allemaal een gedicht geschreven over hun held. En één jongen, die had een gedicht geschreven over zijn held Ibrahim Aflaï. Die speelde toen ook bij PSV, denk dat 10 jaar geleden is. Nu speelt hij in Engeland bij Stoke City, maar toen bij PSV. En het was zijn held, Ibrahim Aflaï. Ik zeg tegen die jongen, hoe heet jij? Ja, zegt hij, ik ben Bram de Boer. Ik zeg, dan ben je Ibrahim Aflaï. Want Bram en Ibrahim is natuurlijk precies hetzelfde. Dus dat is alleen een spellingkwestie. De Koran en de Bijbel zijn ook precies dezelfde boeken. Hè? En ik zeg, een Aflaï betekent in de Berbertaal de boer. Dus ik zeg, jij bent Ibrahim Aflaï. Maar dat zie je wel heel vaak. Dus als je talen met elkaar gaat vergelijken, dan zie je dat in wezen, en zo is het natuurlijk ook met mensen. Mensen zijn in wezen gewoon hetzelfde. 67% water. Water. Water, ja. Nou verdwijnt dat echte dialect van vroeger, dat is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Is dat erg? Je kunt het op zich jammer vinden. Ik vind het voor mezelf jammer, omdat het dialect heel klankrijk is. In mijn dialect van Aleriks, dat geldt ook voor het Osse-dialect, heb je 80 klanken. In het algemeen Nederlands heb je maar 40. Dus wij hebben eens zoveel klanken. En dat is natuurlijk jammer dat die klankrijkdom weggaat. Dat maakt overigens ook meteen duidelijk waarom het zo moeilijk is om dialect op te schrijven. Want je hebt maar hetzelfde aantal alfabetletters om die hoeveelheid aan klanken op te schrijven. Daarom kun je dialect bijna niet opschrijven en ook heel moeilijk lezen. Maar dialect kan alleen bestaan als je binnen grenzen leeft. En die grenzen die zijn steeds sterker aan het vervagen. Ik heb thuis nog een boek liggen uit 1959. Dat is een heel illustratief boek. Dat heet De Allochtonen in Brabant. En waar gaat het over? Over mensen uit andere provincies die in Brabant komen wonen. Ja? Dat was in 1959 werkelijk opzienbarend. Er komt iemand uit Overijssel in Brabant wonen. Dat zou ik eens even noteren. Weet je. En die grenzen zijn in de loop van de tijd steeds meer weggevallen. Wij zijn, heel veel Nederlanders gaan in het buitenland wonen. Er wonen ontzettend veel Nederlanders in Frankrijk en in Spanje. Zijn andere mensen hier komen wonen, soms ook noodgedwongen, zoals nu het geval is. Dus die grenzen zijn weggevallen. Ik heb overigens ooit een gedicht geschreven over Helmond, toen ik stadsdichter van Helmond was. En toen stelde ik vast, met als pijldatum 1 januari 2012, dat er uit 165 landen mensen in Helmond woonden. En er zijn maar 200 landen op de wereld. Ja? Opvallend genoeg woonde er niemand uit Vaticaanstad in Helmond. Ja? Wel een Noord-Koreaan? Woonden zeker Koreanen. Er woonden ontzettend veel Vietnamezen. Dat had natuurlijk toch weer te maken met ooit wat daar gebeurd is. Woonden ontzettend veel Duitsers in Helmond. Ook Belgen. Je zou kunnen zeggen, die kunnen s'avonds gewoon naar huis gaan. Maar nee, die blijven gewoon in Helmond slapen. Ja? En dat 165, dat is veel. En soms ook maar 1 of 2. En nu zijn er natuurlijk veel mensen uit Syrië bijgekomen. Maar die grenzen zijn in de loop van de tijd allemaal. Overigens was het met periodes vroeger ook zo. Leiden, rond 1600, de helft van de inwoners van Leiden, kwam uit zuidelijk Nederland. Wat we later België zijn genoemd. Had toen te maken met de val van Antwerpen. Ja. Dus, en vroeger had je natuurlijk de volksverhuizing. Maar toen was het nog niet zo dat mensen tegen je zeiden, ja, maar ga maar hier niet wonen. Toen was de wereld nog van iedereen, zou je kunnen zeggen. En nu hebben we het zo'n beetje verdeeld. En als je geen Nederlander bent, ja, dan kom je hier zo niet binnen. Maar het wantrouwen, stel je voor, je gaf net het voorbeeld van iemand uit Overijssel komt in Brabant wonen. Werd hij met open armen ontvangen? Of toch wel een beetje, dat kostte nog wel even wat tijd voordat hij ingeburgerd was? Ja, want meestal werd dan ook wel gezegd, ook bij ons in het dorp, alleen al door de manier waarop ze spraken, dan zal dat niet zo het geval zijn geweest bij iemand uit Overijssel, maar we werden nogal vaak gezegd, oh, maar die praat Hoog-Hollands. Ja, en dat betekent tegelijkertijd, je zou wel verwaand zijn, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo was. Ja? En die mensen die konden ons ook vaak helemaal niet zo goed verstaan. Want ik ken een voorbeeld van een vrouw uit Helmond, die vroeg aan iemand die ook uit het noorden kwam, Herge de Naard. En ze zei, ik heb centrale verwarming.
is dat je dat ook helemaal niet zo... Je moet ook wel de moeite doen om andere mensen die een andere taal spreken op hun gemak te stellen. Maar die grenzen zijn helemaal weggevallen. En ik denk dat over een jaar 40 min of meer voorbij is met het dialect. Ik had tijd terug, had ik reunie van de basisschool, van de lagere school. En toen stelde ik vast dat 95% van de kinderen met wie ik op de lagere school zat, opgroeide met dialect als moedertaal, zoals ik zelf ook. En toen ben ik een onderzoek gaan doen in Aalrechtsel nu. 0% van de kinderen in Aalrechtsel groeit nu op met dialect als moedertaal. He, dus echt dat je ouders uitsluitend dialect tegen je spreken. Dat komt bijna niet meer voor. In Limburg her en der nog wel. Ja. In bepaalde peelplaatsen nog wel. In Twente, in de Achterhoek soms nog. Maar heel erg weinig. Het geeft een beetje aan hoe snel zoiets kan gaan. Eigenlijk. Ja, en dat is vooral begonnen dus vanaf het moment dat die grenzen echt nadrukkelijk zijn weggevallen. En dat is begonnen in de jaren 50 toen we ook het woordje brommer kregen. In 1985 bedacht door een journalist van het Parool. Scooter kregen we toen. Je kreeg mensen zoals wij thuis. Wij gingen nog niet op vakantie, want ik ben sowieso nooit met mijn vaders moeder op vakantie geweest. Maar we gingen al wel vast langs de kant van de weg zitten. Om naar de auto's te kijken die wel op vakantie gingen. Ja. Bermtoerisme was dat, bermtoerisme. Ja. En dat is vanaf die jaar, dat kun je ook mooi zien aan de woordenschat uit die tijd. Dus dat er steeds meer woorden komen die met mobiliteit te maken hebben. En dat geeft aan dat die wereld steeds groter is geworden. Toen gingen ook veel mensen op vakantie opeens. Voor die tijd gingen mensen, ik ben nooit met vaders moeder op vakantie geweest. We hadden één familie in de straat die ging op vakantie. We dachten ook, je komt nooit meer terug. Ja? En uiteindelijk kwamen ze wel terug. Dan bleken ze ook nog maar op de camping in Lommel te hebben gezeten. Dus ja, zo ver weg waren ze ook niet. Ja? Je hebt het net over al die verschillende nationaliteiten. En die hebben natuurlijk ook invloed op de dynamiek van de taal. Ja, zeker. Heb je daar zo een paar voorbeelden van? Ja, ik kom ze heel veel tegen natuurlijk. Ik kom ze tegen op Facebook vooral. Vooral jongeren die een taal gebruiken die ik niet meer snap. Ik kan hem nauwelijks meer lezen zelfs. Ja. Nou, dat is dan eerder het fenomeen jongerentaal. Is een fenomeen dat dateert uit 1919. Het jongerentaal kun je bijna precies tot op het jaar terugbrengen wanneer jongerentaal is begonnen. En in 1919 is het begonnen omdat je voor die tijd geen jongeren had. En ik wist, ja, dat is heel merkwaardig. Jongerentaal is pas sinds de jongeren zijn. Je zou denken, er zijn altijd jongeren geweest. Maar dus vroeger waren er geen jongeren. Mijn vader en moeder zijn bijvoorbeeld nooit jongeren geweest. Mijn moeder was van 1911, mijn vader van 1913. Die zijn kind geweest. En toen ze geen kind meer waren, waren ze volwassen. Die moesten meteen gaan werken. En pas vanaf het moment dat die middelbare school iets ging voorstellen, en het eerste boek waarin jongerentaal voorkwam, is de HBS-tijd van Joop ter Hul, van Sissy van Marksveld, die eigenlijk Setske de Haan heette. En die was in Engeland geweest en die had daar als au pair gewerkt en die had daar al de eerste bakvisliteratuur gelezen. En die nam ze mee naar Nederland, toen ging ze daar over schrijven. Maar nu, sinds er veel mensen ook uit het buitenland zijn, sinds rapnummers heel veel invloed hebben, is die jongerentaal daardoor heel sterk veranderd. En jongerentaal is ook een geschreven taal geworden, sinds er een mobiele telefoon is. En daar kun je namelijk je jongerentaal op schrijven. En dat maakt heel veel uit. Maar de invloed van mensen uit het buitenland die hier zijn komen wonen, die kun je bijvoorbeeld zien aan het verkeerd gebruik van het lidwoord. De meisje. Ja. En daar hoort dan ook dat en die bij dat je dan verkeerd gebruikt. En dat is ook op zich logisch. Want als wij Duits moeten praten, hebben we ook gruwelijk veel problemen met het goed gebruiken van de naamvallen. Dus het is ook weer geen exclusief verschijnsel voor mensen die hier komen wonen voor het Nederlands. Want wij doen hetzelfde als wij een andere taal gaan spreken. Gaat die ontwikkeling door? Nou, ja. Ik ben een behoorlijke taalnatie, zoals ze dat noemen. En zeker met lidwoorden. Ik kan er niet zo goed tegen als ik het zie. Ik heb er geen last van. Maar dat gaat op een gegeven moment ook weer veranderen natuurlijk. Ja, ik denk dat ik er zelf heel weinig last van heb. Omdat ik een ontzettend... Dus ik praat nog heel veel plat. Voor de helft van de tijd nog. Want mijn vrouw is ook een platpraatster. En wij praten tegen elkaar natuurlijk plat. Zeker als we plat liggen. en we liggen nog eens plat. Moet je oppassen voor platjes. Ja, nee. Die tijd is geweest. Dan moet je vreemd gaan, dat doen we niet. Maar bijvoorbeeld, als je plat praat, dan gebruik je de taal ook heel anders. Er zijn heel veel mensen die komen na afloop van een voordrag naar mij toe. Die voordrag is dan over het Nederlands gegaan. Ik hou ook echt wel van regels. Maar die zeggen dan tegen mij, kun je er eens niks aan doen? De mensen tegenwoordig steeds meer hun hebben dat gedaan, zeggen. In plaats van ze hebben dat gedaan. Nou, ik kan er natuurlijk sowieso niks aan doen. Maar voor mij is het helemaal niet zo raar. Want als ik plat praat, zeg ik altijd, hullie hebben dat gedaan. En hullie zit natuurlijk heel dicht bij hun. En veel dichter bij hun dan bij zij. En nog sterker, hullie staat zelfs in de dikke van Dalen. Ja? En het heeft het toevallig niet gehaald. Jullie wel, want jullie is precies hetzelfde als hullie. Maar dan natuurlijk bedoelt er iemand anders mee. Maar hullie en jullie zijn qua woord precies hetzelfde. En het geeft ook maar aan hoe willekeurig onze woordenschat zich gevuld heeft. Dus ik,
ben er ook, ik heb er geen moeite mee als mensen afwijkend taalgebruik hanteren. Ook, doe ik zelf ook wel eens. Ook niet bijvoorbeeld op social media, want als je daar soms berichten ziet, dan denk je wel van, woe, het is niet zo heel best gesteld met beheersing van de Nederlandse taal. Of maakt mij niks uit. Nee. Wat ik me wel aan stoor is dat als mensen, want dat is echt verschrikkelijk, hoe mensen grof kunnen zijn tegen anderen. Dat stoort me wel, maar niet dat ze een taalfout maken. En mijn tante Anna bijvoorbeeld uit Helmond, die stuurde mij altijd een verjaardagskaart. Ik ben op 11 oktober jarig, zet ze er boven 11 okt met een C. Ja, dat moest toen al met een K, maar ging niet naar tante Anna. Toen zei ik, tante Anna, ga nou toch eens een keer een kaart. Ik was blij dat ik die kaart kreeg. Ja? Dus ik kijk toch meer naar het doel dat achter een boodschap zit dan naar die vaak dwaze regels die zijn opgesteld. De spellingregels van het Nederlands of de grammatica-regels. Die grammatica-regels zijn willekeurig, echt volstrekt willekeurig. En die spellingregels zijn volstrekt dwaas. Ik ga geen mensen veroordelen als ze een fout maken tegen een dwaze regel. Zelfs niet, ik ben mijn fiets kwijt. Want dat is nog notabene genomineerd en verkozen tot de meest irritante woord van het afgelopen jaar. Nee, dat vind ik. En als je ook teruggaat in de tijd, in de middeleeuwen, werd dat woordje me heel vaak in die zin ook zo geschreven. Dus eerder zou je eerder kunnen zeggen, ja, het gaat weer de goede richting op, dan dat het de verkeerde richting op gaat. Ja? Ik ben daar blij om. Nee, mij stoort dat helemaal niet. Ja? Even aan mijn moeder vragen. Ga je niet zeggen, even aan mijn moeder vragen. Nee, even aan mijn moeder vragen. Me. Ja, het moet me zijn, ja, het moet me zijn. Me is beter. Nee, maar ik stel zelf ook wel eens, ik heb ook spellingboeken geschreven. Maar ik ga er wel vrij mee om. Ik vind de taal vind ik meer iets om van te houden en om mee te spelen en om goede dingen tegen elkaar te zeggen dan om je daar aan te ergeren. Waarom zou je nou aan die taal ergeren? Dat is zonde van de tijd. Ja, nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik baal er ook van. Ik ken jullie moeder trouwens, blijkt net. Ja, ik ken jouw moeder goed. Ja. Moeder komt uit hetzelfde dorp als ik. Aarle Riksel. Ja. Maar over Aarle Riksel nog even gesproken, hè? Het Brabants dialect. Je zegt eigenlijk van ja, door alle import en mensen, hè, de grenzen die vervagen, verdwijnen gewoon dingen. Ook bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen of woorden die je eigenlijk niet meer terugziet. Oh ja, heel veel uitdrukkingen uit het Brabants die zijn volkomen verdwenen. Heel veel woorden. Ook, ik heb het zelfs aan mijn moeder gemerkt, die toch 100% dialectspreekster haar leven lang is geweest. Ze is in 1911 geboren, 95 geworden uiteindelijk. Maar mijn moeder is tijdens haar leven een x-aantal dialectwoorden kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld het woordje rommen voor melk is ze kwijtgeraakt. Ze zei altijd rommen tegen mij. En ik kreeg ook altijd warme rommen. Dus warme melk met zo'n lekker velletje erop. Dat wij de boer zijn hemd noemden. Maar dat woord is mijn moeder kwijtgeraakt. Mik ook. Ik moest vroeger mijn moeder een nolling en mik halen in het dorp. Een heel wit brood. En dat als ik nu naar de bakker ga en ik bestel een mik. De bakker weet bijvoorbeeld niet waar ik het over heb. Ja? Ja. En dat woordje mik hebben we toch nog wel behouden. Zei ik overigens een Romeins woordje. Dat de Romeinen hier in de tijd van Julius Caesar hebben achtergelaten. Zei ik het Latijns woordje mica. Dat kruimeltje betekent. Maar we hebben het nog wel behouden in krentenmik. Ja, dat is waar. Ja. Ik vind het wel heel leuk hoe je weet waar alles vandaan komt, moet ik zeggen. Ja. Maar weet ik niet van alles, hoor. Nou, oké, maar wel veel, wat ik even snel hoor. Ja. 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 Zullen we nog een vraag? Ja, meer dan genoeg. Maar jou kunnen we. Nou, als je het dan toch over taal hebt. Vrij recent hebben we een taalvernieuwer verloren, hè? Met de naam Johan Cruijff. Ja, zeker. Behalve een goede voetballer, maar ook een taalvirtuoos. Is die status terecht? Voor Johan Cruijff zeker, maar ik ben toen... En zijn taal ook? Ja, zeker. Was echt heel bijzonder. Hij deed het vaak per ongeluk, zou je kunnen zeggen. Maar het was echt wel heel bijzonder wat hij deed. Maar hij was voor mij toch eerder op een andere manier bijzonder. En dat is één heel mooi voorbeeld. Hij heeft 2 jaar in de Verenigde Staten gespeeld. En daar kwam hij te wonen naast een jongen die het syndroom van Down had. En hij merkte, die jongen mocht niet meedoen als er op straat gevoetbald werd. En toen, ik heb het gelezen in een interview met hem. En toen zei hij, en toen ben ik 2 weken met die jongen gaan voetballen. Om een voetballer te leren. En toen moest Johan Cruijff naar het buitenland, kwam hij terug. En toen was die jongen, mocht wel opeens meedoen met de rest. En toen kwam de meest fantastische zin uit dat hele interview met Johan Cruijff. En toen was de laatste zin van het hele stukje, daarna heb ik hem ook nog leren zwemmen. Had ook zo had ook kunnen staan, daarna heb ik hem ook nog leren klaverjassen. Weet je wel, zo, geweldig. Hè? Dus Johan Cruijff nam daar de tijd voor om zijn jongen, die er buiten viel, om die dingen te leren, zodat hij mee kon met de rest. Dat vond ik altijd geweldig van Johan Cruijff. Naast zijn fantastisch taalgebruik en naast zijn geweldige voetbal.
Dan moet je heel veel waardering hebben voor alle vrijwilligers die op dit moment Nederlandse taal aan het geven zijn aan vluchtelingen. Ik heb sowieso enorm veel bewondering voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou Nederland acuut in elkaar storten. Ja, vrijwilligers, dat is geweldig. Ja, je noemde net dat ik voorzitter ben van Brabants Dialectfestival. Als wij daar geen vrijwilligers hadden, konden we dat nooit organiseren. Geldt hetzelfde voor zout. Ja, vrijwilligers, dat is het zout in de pap. Ja. Behalve die ene uitspraak van Cruijff, heb je er nog meer? Die je zo naar boven komen drijven als je eraan denkt? We zijn er meer van. Ja, wel, er zijn er toch eigenlijk wel heel erg veel. Eentje vond ik er wel mooi, maar die wil me nu niet te binnen schieten. Dus nee, ik kan hem niet zo oplepen. Er was eentje die vond ik zo geweldig. Ja, daar ga ik nog even over door om te zeggen dat ik hem zo geweldig vond. Terwijl ik hem niet kan zeggen wat is. Maar er was één die vond ik echt geweldig, maar ik weet niet meer wat het is. Nou, ik kan je wel een beetje helpen. Welke dan? Volgens mij was iets met voetballen simpel. Ja, die vond ik ook wel mooi. Voetbal is simpel, maar als je speelt, dan moet je dan maar weten hoe je simpel moet voetballen. Oh ja. Nee, maar er was nog een ander die ik nog, maar ik weet zo niet meer welke het is. Nee. Je draagt zelf ook bij aan taalvernieuwing. Ja. Je hebt het woord ideaten verzonnen eigenlijk. Ja. Wat betekent het? Ideaten, dat zijn idioten, zoals mensen die aanslagen plegen op vliegvelden, in metro's, in casino's, weet ik waar allemaal, in theaters. Het zijn idioten met idealen. Idealen hebben is prima, maar als ze in de kop van idioten gaan zitten, dan wordt het heel erg gevaarlijk. En tegelijkertijd kun je het ook omdraaien dat idealen zijn in de kop van idioten. Dus je kunt er idioten mee bedoelen die idealen hebben, en je kunt er idealen mee bedoelen in de kop van idioten. En dat heb ik eigenlijk geschreven naar aanleiding van de aanslag op de MH17. Toen heb ik dat gedicht geschreven. Dat heb ik toen op Twitter en Facebook gezet. En dat heeft enorm veel reacties opgeleverd. Het is zelfs toen in het Russisch en in het Spaans en in het Engels vertaald door mensen die ik verder helemaal niet ken. En dat was wel een woordje waarvan ik denk dat zou misschien nog wel een plaatje kunnen verdienen in de Nederlandse taal. Omdat het wel goed weergeeft, vind ik zelf, wat dat voor dwaze mensen zijn. Nou, we willen heel graag afsluiten met dat gedicht. Ik weet niet of je het zo bij hebt. Nee hoor. Nou, ik wel. Oh. Ik weet niet of je dat zou willen doen. Maar misschien dat ik toch nog even ook mijn laatste boek... Natuurlijk. Het is eigenlijk wel een heel mooi boek, is net uit. Het Tambour Maître. En de boekhandels in Oss, die hebben dat allemaal. Het is een prachtig boek met 14 verhalen erin. En de Tambour Maître is een titelverhaal opgedragen aan de jongen uit mijn geboortedorp Aderiksel met het syndroom van Down, die altijd bij de harmonie voorop liep. En er staat ook een mooi verhaal, en vind ik zelf, over mijn vader, die bij zo'n metaalfabriek werkte, elke dag 2 liter melk van het fabriek kreeg om het gif tegen te gaan, waardoor het fabriek wist dat ze mijn vader aan het vergiftigen waren. En in het verhaal voer ik een rechtszaak tegen dat fabriek. Ik zeg dat fabriek, je zou ook die fabriek kunnen zeggen. In het woordboek mag het allebei, de en het. Het is volkstaal. Het gedicht. Het gedicht. Ideaten. Vliegen kan nog wel, maar vluchten niet meer voor idioten met idealen die denken dat ze een land, een grens, een god te verdedigen hebben. Ten koste van alles. Een kind dat op het strand speelt, een vrouw op weg naar haar werk, een man op weg naar huis, een gezin op reis naar het land waarover ze al zo lang spraken. Het is geen vergissing, maar een nieuw woord. Idiaten. Idioten met idealen. Idealen in de koppen van idioten. Met een vastberaden blik die lachwekkend is, kijken ze in de camera. De wapens bij de hand en woorden die levens kosten met dubbele T en kosten met 1 T. Dames en heren, nieuw boek van Wim Daniels is uit. Hij heeft zich laten inspireren door Johnny Cash, Elvis en The Doors. Rock en blues hebben zijn voorkeur en dan vooral de emotie die deze muziek kan oproepen. Voor zijn eerste optreden deze middag zit al klaar Ruben Pechacek. Hear the train coming, it's rolling round the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. Cause I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on.
when I was just a baby. My mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hung my head and cried. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can be free. Those people keep them moving, and that's what tortures me. They freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd moved it all a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Dankjewel, Ruben. Als u iets wil weten over Os, zowel het toen als nu, moet u bij hem zijn. Een warm welkom voor onze vaste columnist, stadsgids Jan Ulijn. Beste mensen, ik voel me eigenlijk wel een beetje aardig naar zo'n prachtig optreden van Wimme. Maar ik wil het vanmiddag toch met jullie hebben over Tante Mien. Daar is al eens een keer meer geweest. Maar wij hadden bij ons familie van moederskant twee Tante Mienen. Eén zuster van ons moeder en één ongetrouwd. Eén zogezegd van de koude kant. Ofschoon ze een kop groter waren dan ons echte Tante Mien, noemden wij die koude Mien Tante Mientje. Wel een beetje krom, maar het waren even zo. Tante Mientje die trouwde met ome Jo en toen begon ze het voor ons. Altijd als we naar de toe moesten met een boodschap, begon ze nog voordat we van de fiets af waren te roepen, voer te vegen, klompen uit en met uw hand overal afblijven. En ga zo nog maar een lutske deur. Wij vonden die affrontatie niet fijn als wij naar ons Tante Mientje moesten. Nee, dan geef ons Tante Mien maar. Die zag het niet zo nauw. Die kon iets op de grond zien liggen. En die poetste de geut wel een keer dukker in plaats van al dat getier. Voor ons was Tante Mien ook handiger. Ze woonde net van ons. We kosten er gruwelijk mee lagen. En ze riep nooit, voer te vegen, klompen uit en met uw hand overal afblijven. Ze waren op al dat gebied een rauw rakel. Zo topten wij henen in het geffenspadje met Tante Mien en Tante Mientje. Op een keer, het najaar kwam er zoetjes aan, zagen we iets aan Tante Mien. Ze worden wat dikker en ome Wim, de remens, hielp hier en door mee in het huishouden. Ook kwam ons moeder aan Tante Mien wat dukker bijeen en smispelde schelmsgewijs met mekaar. Wij hoefden niet te smispelen. Als de kids zijn we tegen Jen, dan komt er zeker weer een bij. Maar zo wijd kwam het niet.
Op een marige, de dauw hing nog over de akker, waar ons moeder helemaal uit te doen. Het zal bij ons toch ook niet zo zijn, zinnen we tegen elkaar. Hè? We hen ervoor zat. Wij hoorden ons moeder smiddags onder het ware meter tegen ons vader zeggen: met ons mien gaat het niet goed, als het maar niet misge. Het ging wel mis. Tante Mien die raaide in bed en ze kregen een miskraam. Wij hebben nooit geweten of ze door rouwig of blij hem was, of dat ze door rouwig en blij hem was. Na een dag of wat waren ze weer gankig en ome Wim die kwam bij ons met de teng: ons Mien werd weer beter, ze commandeert weer. Na 6 weken deden ze hun kerkgang en waar het gebruikelijk dat ome Wim van die tijd af on zijn mannelijke plichten weer in, want tante Mien die was erachter niet meer zo mee meegaand en ze zin: Wim, we hebben er genoeg, het is zat. Die mare die viel bij ome Wim krak op zijn plots en van dat moment af on waar tante Mien en ome Wim boven de gordel een gruwelijk gelukkig span. Het gestelijk kwam na diezelfde 6 weken, zoetjes informeren of er weer iets onderwegens waren. Zo ook bij tante Mien. Het toeval wil dat net de kolenboer de kolen voor de komende winter kwam brengen. Met de keinderbijslag van oktober werd die dan afgerekend. Zo'n kolenboer was Gerrit Zondag. Wat een naam, hè? Hij bezorgde de kolen in een Engelse GMC, die schijnbaar achtergeloten was door onze bevrijders. Gerrit deed het ermee. Hij hoefde even maar vanaf de verkeerde kant te sturen. Gerrit kwam bij tante Mien de wintervoorraad kolen lossen. Hij wist de weg naar het kolenhok. En elk kwart mutje droeg hij naar het hok. Een processie die zich nog eens een keer herhaalde bij 10 mut kolen. Intussen was kapelaan Broekman nijver het huis naar achteren gelopen. Zijn fiets tegen het schuurtje zettend en Gerrit de uitbundig goeiendag gewenst te hebben, ging hij naar binnen om schierlijk weer naar buiten te komen. Met een kop zo rood dat Clancy Jungse kon zien dat niet goed zat. Als Gerrit binnen af ging rekenen, stond ook tante Mien binnen met diezelfde boei. Op de vraag van Gerrit wat er toch aan de hand was, stamelde tante Mien. De kapelaan informeerde of dat er al wat onderwegens was. Toen ik neerschudde, wier die beus, waarop ik hem zin: als je denkt dat je het beter kunt, dan moet je het gerust een keer komen proberen. Er is niks van gekomen. Tante Mien die heeft geen kinder meer gekregen. Dankjewel. Dankjewel Jan Ulijn. 5 weken geleden werden op de Maashorst de eerste 11 wiesenten losgelaten. Het luidt een nieuwe fase in van natuurontwikkeling op de Maashorst. Deze gebeurtenis trok de aandacht van Wouter Helmer, directeur van de Europese natuurontwikkelingsorganisatie Rewilding Europe. Hij komt aan tafel samen met de voorzitter van de Maashorst in uitvoering, Geert Versteijlen. Mag ik een hartelijk applaus voor Wouter Helmer en Geert Versteijlen. Loslaten van de wiesenten. Was het een spectaculaire gebeurtenis? Zeer spectaculair. Volgens mij doet hij niet. Nee? Doet hij het? Ja. Okay, hij doet. Ja? Ja. Ja, tot 3 keer toe zelfs. Tot 3 keer toe? Ja, 3 verschillende groepjes zijn er bij elkaar gevoegd. En volgens mij was het elke keer volle bak met fotografen en journalisten. Dus het trok veel bekijks. Toen ik de eerste keer dat dier zag, toen schijn ik gezegd te hebben: potverdomme, wat een mooi silhouet. En dat stond 3 plaatsen in het Brabants Dagblad. Ik moet zeggen, ik was niet helemaal blij met het woord potverdomme. Maar ik kan ook niet herinneren dat ik het gezegd heb. Maar ik denk wel dat ik het gezegd heb. Want ik vond het best wel spectaculair. Ik vond het hartstikke mooi om te zien. Ja, de foto's in de krant waren ook echt prachtig. Ja. Wouter, je bent directeur van Rewilding Europe.
Ja, ik ben vooral verantwoordelijk voor de, zeg maar, de natuurontwikkelingssectie. Er zijn ook communicatiemensen, ondernemers bij betrokken. Okay. En er zit nog een directie boven mij, maar ik ben verantwoordelijk voor de natuurkant. Natuurkant. Maar wat is het precies voor organisatie en wat is jullie doelstelling? We zijn 5 jaar geleden begonnen met natuurbeschermers uit eigenlijk heel Europa. Om in onze ogen een unieke kans te grijpen voor de natuur in Europa. Maar ook om de natuur meer te verbinden met het moderne Europa. Ook economisch, maatschappelijk, zeg maar, verbindingen te leggen. Mm-hmm. En de directe aanleiding is dat er in Europa op dit moment heel veel gebieden verlaten worden door mensen. Mensen trekken naar de stad. En dat gaat in een enorm tempo. 1 miljoen hectare per jaar wordt verlaten. En die gebieden die achterblijven, daar raken samenleving eigenlijk ontwricht. En mensen weten niet goed, zien geen toekomst meer. En wij denken dat een aantal van die gebieden zeker zo geweldig mooi zijn dat die natuurlijke kwaliteit de basis kan worden voor een nieuwe economie. We zien trouwens tijdens dit gesprek een aantal foto's voorbij komen op de achtergrond. Oké, ja. Een stuk of 10 als ik me niet vergis. Volgens mij zijn dat allemaal foto's van gebieden waar jullie actief zou kunnen zijn. Ja, ik heb ze niet geselecteerd. Ik denk dat Jules ze geselecteerd heeft van de website. Dan denk ik dat het zo is, ja. Ga rustig op onze website bekijken. Kun je urenlang genieten van de schoonheid van Europa. Maar we hebben dit verhaal 5, 6 jaar geleden gepresenteerd in Praag tijdens een grote Europese conferentie. En we hebben gedacht, we moeten nou niet gaan vertellen wat er moet gaan gebeuren in Europa. Maar we gaan mensen zelf uitnodigen op dit verhaal. Dus we hebben gezegd, volgens ons is dit aan de hand in Europa. Daar liggen nieuwe kansen, ook voor plattelandseconomieën. Als jij je als regio aangetrokken voelt tot dit verhaal, maar ook zeg maar mee wil doen, meld je dan aan bij ons. Dat is een soort open uitnodiging. En er hebben meer dan 30 regio's uit heel Europa op gereageerd. En dat gaf wel aan dat het een herkenbaar thema is. En dat mensen ook die kans willen grijpen. En we zijn nu op dit moment met 9 gebieden aan de slag. Oké, het klinkt ook wel breder dus dan alleen maar natuurbeheer. Als ik jou zo hoor. Ja, veel breder. Want ja. Europa heeft op zich een fantastisch natuurbeleid. Natura 2000 is 18% van het Europese grondoppervlak heeft een beschermde status. Maar dat is papier. We hebben met z'n allen niet genoeg geld om dat te beheren volgens de klassieke manier. Dus we hebben gezegd dat is allemaal wel mooi op papier, maar nou moeten we het eigenlijk invulling gaan geven. En dat kan niet alleen maar met subsidies. We kunnen niet het hele natuurnetwerk gesubsidieerd invullen. We hebben dat geld allemaal nodig voor andere zaken. Gezondheidszorg, onderwijs, vluchtelingenwerk. Dus natuurbeheer moet ook meer ondernemend worden. Moet meer op zichzelf gaan staan. En dus we zijn ook bezig om lokaal in die gebieden waar we actief zijn ondernemers te helpen met het starten van hun natuuronderneming. Dus ondernemingen die bestaan dankzij de natuur, maar ook bijdragen aan die natuur. En dus ook meehelpen die natuur financieel op poten te zetten. En dat is een beetje een notendop. En heb je ook het idee, want jullie zijn nu bij 9 gebieden bezig. Ja. Leidt dat ook al tot succes? Nou, we zijn net begonnen. Dus het gaat trouwens om enorme gebieden. Het gaat gebieden die het voorbeeldgebieden die we willen ontwikkelen. Dat moeten echt de showcases worden van voor Europa, de Yellowstone Park en Serengeti's van Europa. En minimaal 100.000 hectare. En met het hele spektakel wat we aan Europese natuur hebben. Dus ook inclusief die Wiesenten. Oh, 100.000 hectare, ik heb hier 1 miljoen hectare staan. Namelijk. Totaal, ja. Totaal. Okay. Als je 10 gebieden 100.000, dan kom je op 1 miljoen uit. En we zijn dus net begonnen. We zijn bezig om ruimte te creëren voor die natuur. We zijn bezig om dieren te herintroduceren die daar verdwenen zijn of uitgestorven zijn, uitgeroeid zijn. We zijn bezig met die ondernemingen op te bouwen. En dat allemaal, we zijn pas 5 jaar geleden begonnen. Maar de eerste successen die zijn te melden. Dus er zijn echt 10.000 hectare inmiddels al veiliggesteld. Er zijn dieren teruggekeerd. We creëren in al die gebieden werk, banen. Dus het ziet er goed uit. En het wordt ook steeds meer gezien door overheden, door Europa zelf. Hè. En we kunnen ook steeds makkelijker toegang krijgen tot de burelen in Brussel om hun enthousiasme voor dit werk te krijgen. Brood nodig. Ja. Zeker. Ja. Maar bij dat natuurbeheer, wat jullie dan ook gaan toepassen in die gebieden, wat voor natuurlijke processen spelen daar bijvoorbeeld een rol? Ja, dan moet je denken gewoon aan meer ruimte voor rivieren. Om meer vrijheid voor rivieren om het landschap te vormen. Natuurlijke bossen, met meer doodhout, minder productiebos, meer natuurbos. Natuurlijke begrazing met grote grazers. De terugkeer van grote roofdieren. Wat op zich, daar hoeven wij verder niet veel aan te doen, dat gaat vanzelf. De wolven, beren, linksen verspreiden zich op dit moment over grote delen van Europa. Dat soort
basisprocessen die de natuur, waardoor de natuur zichzelf kan onderhouden. Want uiteindelijk wil je, zeg maar, wat ik net zei, we hebben eigenlijk gewoon te weinig geld om het natuurbeleid invulling te geven. Nou, dan kun je twee dingen doen. Besparen op kosten. Dus als de natuur het zelf kan, hoeven wij het niet te doen, scheelt geld. Paarden en runderen grazen ook op zondag, ook 's nachts gaat het door. Ook als er geen subsidies zijn, blijven ze toch grazen. Dus dat is goedkoper dan maaien, kappen, snoeien, knippen, dat soort werk, wat mensen vaak geneigd zijn te doen. En je kunt natuurlijk inkomsten genereren uit natuur door zeg maar recreatieondernemingen bijvoorbeeld op te zetten. Nou, ik heb zelf ben ooit begonnen op hele kleine schaal in de Gelderse Poort. 25 jaar geleden. Als je ziet wat daar voor een economie op gang is gekomen in 25 jaar tijd. Er komen 1 miljoen bezoekers per jaar. Er zijn honderden banen gecreëerd. Puur door een op natuur gebaseerde economie eigenlijk. Oh, mooi. Ja, wat je vertelt, dat jullie zijn nu in 9 gebieden bezig. Hè? Nou, wat Stijn net zegt, ik kan me voorstellen dat wij hier en daar een aantal plaatjes van zien. Kun je een aantal gebieden noemen waar jullie nu bezig zijn? We zijn onder andere het grensgebied van Portugal en Spanje. Maar daar zijn we, waar met name de Portugese kant, hele grote gebieden totaal verlaten zijn. Mensen weten niet eens meer waar de eigenaren zijn, geëmigreerd, de dood. Het is hele landstreken die niet meer bewoond worden. In Kroatië, daar kan ik misschien straks nog wat meer over vertellen, in het Velebietgebergte. Daar zit behalve die autonome leegloop ook nog eens een keer die oorlog, die Joegoslavische oorlog achter, waardoor hele gebieden verlaten zijn. Donaudelta in Roemenië, de Oderdelta grens Duitsland-Polen. En sinds kort ook in Lapland, in Noord-Zweden, grens met Noorwegen. Heel interessant, leeft een hele eigen cultuur van de Sami. En daar kunnen we heel veel van leren in de rest van Europa. Hoe zij eigenlijk de natuur leidinggevend maken in hun bestaan, in hun cultuur. Dus daar, de natuur bepaalt daar echt het ritme van de seizoenen voor ook het leven van die mensen. Dat is die stam die veel met rendieren bezig is, toch? Ja, dus een zeg maar half gedomesticeerd dier, dat rendier. Maar die trekt nog 350 kilometer in het voorjaar de berg in en in het najaar weer 350 kilometer terug. En die mensen trekken met hun dieren mee. Maar daardoor, dat is een van de weinige gebieden waar die natuurlijke migratie van dieren nog plaatsvindt in Europa. Maar doordat die leeglopen nu ook in andere delen van Europa plaatsvindt, kan dat dus een voorbeeld worden, bijvoorbeeld voor de Karpaten, waar je iets soortgelijks met edelherten en wiesenten zou kunnen verwachten. Dat ook daar die natuurlijke trek weer op gang komt. Het is wel mooi om te horen dat jullie dus blijkbaar niet, je komt daar niet iets opleggen, maar je kijkt ook van, hey, hoe gebeurt het hier al eeuwen misschien? En we leggen helemaal kunnen niks wij op. Daar, nee, precies. Nee, we vragen, dus we nodigen mensen uit van, nou, zien jullie ons verhaal zitten? En dan kunnen wij faciliteren, zeg maar, helpen met fondsenwerving, met soms ook dieren leveren. Dus, de Maasworst, dat zijn ook wiescenten die uit het Europese Wildlife Bank komen. Die leningen die we kunnen verstrekken aan startende ondernemers. Dus het is ondersteunend werk voor lokale initiatieven die al bestaan. Ja, mooi. Ik zal even ter referentie, we praten over 1 miljoen hectare in totaal. Maar dat zijn dus 2 miljoen voetbalvelden. Dan heeft het publiek misschien een beter beeld bij 1 miljoen hectare. Dat blijkt zo een statistisch dingetje te zijn. Maar dan praten we dus over 2 miljoen voetbalvelden die dus onder jullie beheer vallen uiteindelijk. Dat was dus, dat is onze ambitie, maar die moeten we eigenlijk al naar boven bijstellen. Want bijvoorbeeld alleen al dat gebied in Lapland, dan praat je al over 3,1 miljoen hectare. Ja, daar ga je. Maar, daar ga je mee doelstelling, fijn. Dat is ongeveer zo groot als België, maar er wonen slechts 900 mensen. Even 900? Even voor je begrip van de. Dus het is ook wel, je bent met minder mensen, heb je sneller resultaat, zou ik maar zeggen. Ja, het is een geweldig project. Dat is wel uiterst hoor, er zijn andere gebieden waar het. Hoeveel mensen werken er voor de organisatie? We hebben dus een klein centraal kantoor waar een tiental mensen werken vanuit bijna 10 verschillende landen. En we hebben dus 9 lokale organisaties waar we mee samenwerken in een soort netwerk. Ja, dus, maar relatief kleinschalig wat organisatie betreft. Maar totaal gaat het om 30, 35 mensen uit 15 verschillende landen. Ja. Nou, die hebben hard gewerkt. En ik ben een van de oudsten. Het zijn echt vooral jonge lui. Dus dertigers die dit heel erg aanspreekt. En die gewoon hun eigen toekomst oppakken. En zeggen van, we gaan nu weer bij de pakken neerzitten. Maar we gaan zelf onze eigen plattelandseconomie weer opbouwen. Maar dan niet volgens klassieke patronen van mijnbouw of intensieve bosbouw. Maar met het natuurverhaal als basis.
U gaf je net al aan, van ik kan me wat meer vertellen aan de hand van het Kroatië. Zou je dat eens willen doen? Ja, dit is misschien wat abstract, maar bijvoorbeeld dat is dan zo'n voorbeeldgebied. Dan heb je het over 220.000 hectare. En 2,5 keer de Veluwe, zeg maar. En dat is een bergketen die ongeveer loodrecht uit de zee opstijgt. Dat is echt een waanzinnig landschap. Je kunt het hoogste punt 1700 meter, dan heb je een soort alpine landschap met 800-900 jaar oude sparren. Bij wijze van spreken, als je boven zo'n spar zit, op die bergtop, dan kun je onder je de beren en de wolven zien. En als je dan je verrekijkers zou pakken, dan zou je op zee de dolfijnen kunnen zien springen. Dat is ongeveer dat contrast zit in dat gebied. En aan de achterkant van die bergketen loopt het over naar een soort prairie, een hoogvlakte van 35.000 hectare verlaten graslanden. En we zijn nu in dat hele gebied bezig wat oerwoudrestanten beschermen. Met een aantal landeigenaren in die prairie die verlaten is, die mensen die vestigen daar graasrechten, dat regelen ze met de overheid, daar krijgen ze een zekere vergoeding voor. Wij leveren hen een kuddespaarden, runderen, zoals we dat ook hier op de Maashorst doen, om dat landschap weer te begrazen en die variatie, die openheid in het landschap te houden. We zijn bijvoorbeeld meerderheidsaandeelhouder geworden in een grote jachtconcessie in die bergen. Dus we hebben in een 17.000 hectare groot jachtgebied het 60% van de aandelen verworven om dat jachtregime om te zetten, in plaats van een beetje roofbouwachtige jacht, hele zones jachtvrij te maken, populaties edelherten, gemzen weer op te bouwen. In een jachtvrije kern waar we met lokale ondernemers wildlife watching, het bekijken van wild stimuleren. Waar mensen kunnen rondtrekken met tentenkampen. En in de zone eromheen, de buitenste rand van het jachtgebied, daar mogen dan de lokale jagers nog wel op everzwijnen schieten dan in dit geval. En zo proberen we door in die constructie die daar, via graasrechten, jachtrechten, proberen we samen met lokale boeren, jagers, bosbouwers. Hoe soepel gaat dat? Laten we even dit als voorbeeld nemen. Je praat ook over landen als Roemenië. Toch landen die niet echt bekend staan om een hele soepele. Nou, dat valt reuze mee eigenlijk. Dat is wel misschien wel aardig naar aanleiding van de afgelopen weken. We hebben dus een hoop discussie geweest over de Oekraïne. Een hoop corruptie. Nou, dat is zeker ook het geval in landen als Bulgarije en Roemenië. En daar zie je dus echt dat die samenwerking in Europees verband enorm bijdraagt aan het wegkrijgen van die corruptie. Dus dit soort contacten over en weer. Die mensen, het is ook hun grootste probleem, corruptie. Mensen willen niks liever dan af van die corrupte elite. En daarom ben ik ook zo blij te horen dat het allemaal jongeren zijn. En dus op dit moment is er in Roemenië een zakenkabinet die echt korte metten moet maken met de corruptie in het land. En werkt heel veel samen met andere, met ons als het gaat om natuurbeheer, maar ook met andere Europese partners op andere terreinen. En het is ook heel simpel, als ze dat met corruptie komt er gewoon geen Europees geld binnen. Dus Europa heeft ook echt drukmiddelen om de boel te veranderen. En wij zien dus best snel, zelfs al in die 5 jaar dat we daar bezig zijn, dat we we hadden ook best wel af en toe worstelen met onduidelijke afspraken met overheden waarvan je niet precies snapt van wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik nou gaan geld op de tafel gaan bieden? Waarom werkt iets niet? Ik merk nu al dat het minder wordt. Door uitwisseling gewoon betere afspraken gemaakt kunnen worden. En dan komt daar in één keer de Maashorst. Je hebt hier al die prachtige gebieden in Europa waar wij als Nederlander graag naartoe gaan op vakantie, want het is tenslotte mooi natuur. Help je die gebieden mee ook? Ja. En dan hebben wij hier dus langs de deur een gebied liggen waar ook het nodige aan de gang is. Dan ga ik naar de andere gast. We hebben geloof ik een filmpje van 1 minuut. Ja. Als we daar even in kunnen zetten. Kijk, daar komen ze. Zo. Het duurde langer dan verwacht, maar uiteindelijk zijn maandagmiddag alsnog de 4 wicenten losgelaten in de Maashorst bij Zeeland. Zo'n 200 belangstellenden kwamen op de verhuizing af. De 4 runderen zijn afkomstig uit het Kraansvlak in Noord-Holland. De komende dagen worden er nog 7 wicenten uitgezet. De dieren worden geplaatst in een omheind gebied van 200 hectare. Hier kunnen ze wennen aan hun nieuwe omgeving. Na de wenperiode starten er excursies onder begeleiding. Naar verwachting is het wengebied van de wicenten in het voorjaar van 2017 weer vrij toegankelijk voor publiek. In het osse deel van de Maashorst komen voorlopig geen wicenten. De osse politiek wil eerst afwachten hoe de proef met de dieren uitpakt.
Ja, prachtig silhouet. Ja. Mooi toch, hè? Ja. Gelukkige voorzitter hier met deze historische stap. Jazeker, jazeker. Ik heb een woordje wat, bij gelegenheid gezegd van het is. Wat we aan het doen zijn is een beetje een huis aan het bouwen met elkaar. En het heeft een beetje het gevoel dat je zo'n beetje op het hoogste punt bent en daar een vlag op zet. Dat is een bekend fenomeen. En zo voel ik een beetje Wiesent, die toch een van de grootste landzoogdieren van Europa zijn. Die hier ooit gelopen heeft en die je dan weer opnieuw welkom kunt heten in dit gebied. Rewilding, ik wist niet dat ik daarmee bezig was, maar over taal gesproken, ik leer dus heel snel bij. Vond ik dat een prachtig idee dat die dieren hier weer terug waren. En waarom is er gekozen voor de Wiesent? Omdat hij hier al ooit rondgelopen heeft? Of hoe is dat proces tot stand gekomen? Er zijn wel meer grote beesten die hier rond kunnen jazeker. Kijk, in 2009 hebben alle partners die met die maashoorns bezig waren. Trouwens, het woord maashoorns bestaat pas sinds de jaren 70. Over taal gesproken. Zo snel kan het gaan. Gedacht van, ja, welke natuur willen we nou eigenlijk op termijn? Want je moet, natuur doet wel zoveel zelf, maar je moet ook natuurlijk wel een idee hebben als mens, want uiteindelijk is het natuurlijk toch een uit cultuur gevormd gebied, hè, waar je mee bezig bent. Moet je toch wel een piketpaaltje naar de toekomst hebben waar je naar streeft. En we hebben eigenlijk gekozen voor een maximaal natuurlijke processen hun gang laten doen. Zoveel mogelijk overlaat aan de natuur met zo weinig mogelijk menselijk ingrepen. En ook dus naar een natuur, met natuurlijke processen zoals die hier ooit geweest waren. En daar horen dus bepaalde dieren bij. En dan kies je dus voor inderdaad grazers als de Wiesent die hier geweest is. Of oerrunderen, nou die hebben ooit hier rondgelopen, die bestaan niet meer, maar die touwrossen. Dat terugkweken, dat begint er zeer op te lijken als oerrunderen. Exmo-ponies, dat zijn de ponies die van nog het meest bij die oorspronkelijke paarden die ooit gelopen hebben, in de buurt komen. Dus je wil eigenlijk op die manier terug naar de natuur zoals die hier oorspronkelijk was. Oorspronkelijk met natuurlijk aanhalingstekens. Ja, ja. Ja, dat blijft het toch. Hè. Dat blijft toch in die zin blijft het altijd een beetje behelpen. Het wordt nooit meer zoals het was. Als ik deze verhalen hier naast mij hoor, dan is het sowieso behelpen natuurlijk. Want dan hebben we het niet over 100.000 hectare, maar hebben we het over 3.500 hectare. Dus we hebben het hier over in dat verband. Het is een keuze die je maakt voor het perspectief wat je nastreeft. En je moet je daar ook van bewust zijn dat gebied ecologisch gezien ook zo klein is dat je ook altijd wel de vinger aan de pols moet houden. En in die zin is het ook heel erg van belang dat je dat niet alleen ziet als vinger aan de pols houden van het gebied, maar dat je dat ook ziet in een grotere context. De maashoorns is onderdeel van het landelijk natuurnetwerk. Vroeger noemen we dat ecologische hoofdstructuur. Dus je moet je van bewust zijn welk plekje in die zin in de Nederlandse Europese natuurgebieden je hebt. En dat je die verbindingen ook zorgt. Niet alleen fysiek met allerlei ecologische verbindingszones, maar ook in termen van dat je in een netwerk zit van partners die waarvan je kennis en kunde en dieren enzovoort kunt uitwisselen om op die manier het gebied zoveel mogelijk kansen te bieden. Maar maakt het jou nou, ik hoorde het net op een filmpje, de gemeente Oss die houdt nog even de boot af. Is dat teleurstellend? Of dat teleurstellend is? Ja, ik had persoonlijk liever gehad dat ze hadden gezegd van alle gemeentes welkom die dieren. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van ja, het past ook wel in de aanpak zoals we die zelf gekozen hebben. We hebben gezegd van nou, voor die dieren is het een ingreep moeten wennen. Maar ook de mensen die gebruik maken van het gebied, en er zijn er ook zo'n 900.000 op jaarbasis, die moeten ook wennen aan die dieren. En we willen dat dus heel geleidelijk aanpakken. Dus we begonnen eigenlijk met 50 hectare, dan 200 hectare. En in de loop van de tijd willen we dat stap voor stap kijken. Gaat het goed? Gaat het goed met de dieren? Gaat het goed hoe de recreanten ermee omgaan? En dat zo uitbreiden. En ja, wat dat betreft duurt het nog enige jaren voordat we vanuit Ude richting de gemeente Oss gaan. Dus we hebben nog de tijd. En het past in die zin ook in laten we zo zeggen, het uitrollen van het concept wat wij hebben. En dat betekent dat over een aantal jaren we kijken van, nou, hoe gaat het nu?
En als op dat moment het goed gaat, dan neem ik ook aan dat de gemeente Os ook zegt, nou, dan zijn ze hier ook welkom. Geeft ook een beetje aan dat het ook, nou ja, laat ik voorzichtig uitdrukken, lastig is geweest om al die partijen op één lijn te krijgen? Nee, dat vond ik niet. Ik vond, er is een maatschappelijke discussie geweest over de Wiesent, de Tauros, en daar was ik heel blij mee. Want je moet inderdaad wel nadenken met elkaar ook, en ook doorleven en, van, goh, willen we die dieren wel? En wat betekent dat dan? En die dieren, die hebben natuurlijk toch, dat kun je ook zien, ze zijn indrukwekkend. Ja, die 100% zekerheid heb je natuurlijk nooit dat er iets gebeurt. Maar dat je de andere kant ook ziet dat er bepaalde risico's aan zitten. En dus betekent dat je afstand moet houden van die dieren. Dat je het ook met elkaar bediscussieert en weet, was ik wel blij mee. Want als die discussie niet was geweest, dan had je ook nog de kans gehad dat mensen denken, we zitten hier op de kinderboerderij, laten we ons zoontje maar eens even een mooie foto maken op de rug van de Wiesent. Nou, dat doet hij één keer, denk ik. Dat doet hij één keer, maar er zijn heel veel soorten mensen in Nederland. En van alles komt voor. Hè? Nou, dus ik hoop dat ook duidelijk is dat die dieren, die zijn op zichzelf, ik wil niet zeggen schuw, maar ten opzichte van de Schotse hooglanders die we niet hebben, dat is bekend. Als die er liggen, nou, je komt eraan, die gaan echt niet voor je opzij, hè? Daar ga je gewoon omheen. Wiesent hebben de neiging om weg te lopen. Dat is ook prima. Maar van de recreanten wordt verwacht om dus ook een zekere distantie aan te houden. Ja, dus ze zijn eigenlijk een beetje gekoppeld ook aan de streek waar ze geplaatst zijn. Dat is net een ossenaar die gaat liggen, die gaat echt niet opzij. Op die manier. Of is er zo niet over nagedacht? Nee. Zo diep ging het niet. Maar we hebben ons wel van bewust geweest van, is het verantwoord? Alle partijen die op dat moment in de stuurgroep zaten, alle maatschappelijke organisaties die betrokken waren, ook alle gemeenten, die zeiden op dat moment, ja, in het licht van wat wij gewoon weten, is dit gewoon verantwoord en dat willen we ook graag doen. Ja, dat is dus geen probleem geweest. Nou is er een tijdje geleden sprake van geweest dat het ook een nationaal park zou worden. Daar heb ik een tijdje niks meer van gehoord. Is dat nog steeds een mogelijkheid? Jazeker. Ja, we moeten even dat die nationaal park wel in een goede context zetten. We hebben een aantal jaren geleden gezegd, we hebben een vijfjarenplan met elkaar vastgesteld. En dat staat eigenlijk voor ons centraal. Er is heel veel te doen nog in de Maashorst. Het is een soort ruwe diamant. Maar we moeten nog heel veel doen om dat inderdaad die kwaliteit te geven die wij willen. Die past in de ambities die we hebben. En toen hebben we gezegd met elkaar, oké, als je dan ziet wat wij voor ogen hebben en 3500 hectare natuurgebied met een mooi agrarische cultuurlandschap eromheen. En je kijkt dan binnen de Nederlandse context, dan zie je op dat moment ook dat als we dat zo realiseren, dan hoor je tot de topgebieden van Nederland. En als dat zo is, hebben we tegen elkaar gezegd, waarom zouden we dan niet gaan verkennen of we dan ook niet nationaal park willen worden? Maar we moeten opletten, andere kant, dat het geen doel op zich wordt, nationaal park. Je moet doen wat wij aan het doen zijn. Hè, een bepaalde ambitie nastreven, maatregelen nemen. Welke voordelen zou het hebben? Welke voordelen zou het hebben? Het is eigenlijk iets als een soort Michelinster. Iets waarvan je zegt van met elkaar, kijk, daar zijn we trots op. Misschien vind ik het wel het belangrijkste dat we kunnen zeggen met elkaar in deze regio, we hebben een nationaal park. En daar zijn we trots op. Als ik zoiets zeg als Ossenaar, en wij zijn in deze regio sowieso niet van die mensen die ons op de borst slaan. Ik vond het straks ook wel mooi, de Brabanten doen, maar gewoon doe je gek genoeg. Hè. Brabant en ook de Brabantse is veel beter als dat wij denken, zelf denken. Dus dan laten we eens een keer uit onze eigen schaduw stappen en zeggen, we zijn trots op dat gebied. Nationaal park, veel gekker moet het niet worden, zat ik bij me kijken. Os aan een nationaal park, wie bedenkt nou zoiets? Ja, waarom niet? Ja. Laten we het maar eens gewoon doen. Misschien is dat wel het belangrijkste, trots op onszelf. De tweede is, ja, Jules Eerding zei ooit, het is vrij simpel. Als ik ergens recreante toerist ben en je komt ergens, denk ik, oh, waar ga ik heen? En ja, de mooiste gebieden, ja, waar zijn de mooiste gebieden? Nationaal parken, ook, Maashorst, nou, dan ga ik daarheen. Dus het trekt ook recreanten aan, ik denk terecht. Dus het kan toeristisch recreatief interessant zijn.
Laten we dat ook vooral niet vergeten, dat dat op die manier kan bijdragen aan de economische ontwikkeling voor dit gebied. Maar het is er nog niet. Nee. Er is een aanvraag gedaan dan? Of nee. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Heel kort, heel snel. Nou, heel kort. Nogmaals, wij gaan gewoon uit van het 5-jarenplan waar we aan het uitvoeren zijn. Tegelijkertijd kijken we ook naar de ontwikkelingen die zich in Den Haag afspelen rondom Nationaal Park. Je ziet er nogal een discussie op dit moment over hoe gaat Nationaal Park in de toekomst eruit zien. Welke kant gaat het op? Er is zelfs op dit moment wordt er gekeken naar een soort beauty contest van nationale parken. Wij kijken daarna van wat gebeurt daar. Wij zijn ondertussen bezig ons ding te doen. En als we op een gegeven moment een puzzelstuk kunnen leggen waar we zeggen, kijk, nou is het moment om ervoor te gaan, zoals je dan zegt. Ja, dan gaan we dat zeker niet nalaten. Mooi. Je zegt zo mooi, we zijn ons ding aan het doen en de komende 5 jaar doen we ons ding. Maar jullie hebben 50 miljoen, geloof ik, beschikbaar gekregen bij de Maasvors. Wat voor dingen gaan jullie daar de komende jaren nog mee doen? Nou, ik denk, als je het bij elkaar optelt wat er geïnvesteerd wordt in de Maasvors, niet alleen die gelden die vanuit de overheden en ondernemers al bekend zijn, dat is tussen de 50 en 60 miljoen. Maar als je ziet vervolgens wat er ook allerlei verblijfsrecreatieterreinen om het gebied heen van plan zijn om te investeren. Ik weet niet precies hoe groot die bedragen zijn, maar ik denk dat je al snel richting de 100 miljoen gaat in totaal. Als je ziet wat daar allemaal omheen gebeurt. En ook ondernemers die allemaal een kans zien, die zeggen, wij doen mee. Dus ik denk dat het echt een substantieel programma is wat we met elkaar aan het uitvoeren zijn. Als je waar gaat het in zitten? Die 50 miljoen waar wij het hier over hebben, is zo'n kleine 20 miljoen zal gaan zitten in met name rond het afbouwen van het natuurnetwerk. Dus de natuurgebieden, die 3500 hectare. En de rest gaat zitten in wat we noemen de schil eromheen. Waarin we proberen economische, sociale en ecologische doelstellingen met elkaar te verenigen. En daar hebben wij ook behoorlijk wat geld voor gekregen van de provincie om dat handen en voeten te geven. Zijn jullie daar al flink mee op weg, voor je gevoel? Moet er nog veel gebeuren? We zijn flink op weg en er moet nog veel gebeuren, ja, zoals het dan heet. Ja. Nee, maar dat ga je de komende tijd merken. Mensen zien dat niet altijd. Maar bijvoorbeeld in het Steltgebied, ten noorden van Os en Hees, daar zijn de afgelopen tijd vruchtbomen aangeplant. Juist net op nou, dat wordt daaruit betaald. De komende tijd in Herperduin wordt het gebied uitgebreid. Er komen ook allerlei speeltoestellen. Het wordt helemaal opnieuw ingericht. Dat komt daar vandaan. Dus er zijn heel veel kleine, en ik moet zeggen, dat vind ik ook het hele leuke van het hele project. Ik zou bijna zeggen, elke maand wordt wel een klein puzzelstukje gelegd. Dat niet alleen. We hebben net gezegd van, nou, we moeten ook de kernen rondom het natuurgebied verbinden met het natuurgebied. Dus we hebben ook allerlei initiatieven in verschillende dorpen en steden gevraagd van, willen jullie iets rondom natuur, landbouw, verstedelijking, Maasvors doen? En er zijn 35 initiatieven gekomen die ook allemaal kleine bedragen hebben gekregen om te investeren hier ook in de buurt. Dus op die manier, zoals we zeggen, ook de steden op de Maasvors te leggen als onderdeel van. Allemaal hele kleine initiatieven van burgers. En ik moet zeggen, ik vind het heel erg inspirerend en heel leuk te zien wat er dan allemaal niet gebeurt. Ja, kan me voorstellen, ja. Ja, nou is het zo dat op de website van Rewilding Europe wordt de Maasvors uitgenodigd om lid te worden van dit netwerk. Ja, dan kun je dus nog veel meer kennis uitwisselen, nog meer inspiratie opdoen. Gaan jullie hierop in? Nou ja, wat ik al straks zei, ik denk dat het heel erg van belang is om onderdeel te zijn van allerlei netwerken in Nederland, maar zelfs in de Europese context. Dus we gaan er serieus naar kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, ja. Misschien even voor de duidelijkheid. We hebben dus, behalve dat we 9 topgebieden opzetten in Europa, is er echt een hele beweging op gang aan het komen in heel Europa van kleinere initiatieven. Daarvoor hebben we een apart netwerk opgezet. En daar zijn inmiddels zo'n 50 initiatieven lid van in 22 verschillende landen. En dat zijn allemaal bottom-up initiatieven, zoals eigenlijk in de Maasvors. Dus eigenlijk zoals de Maasvors zich ontwikkelt, als een initiatief vanuit de omliggende gemeente, vanuit de mensen zelf, waarbij een heel duidelijke keuze is gemaakt voor wildere natuur. Dus
natuurlijke bos, natuurlijke waterbeheer, met natuurlijke grazers. En dat geïntegreerd in, zeg maar, in die moderne samenleving eromheen. Dat is dan precies, zeg maar, zoals wij zien dat natuur en mens weer met elkaar verbonden raken in Europa. En waarbij dat gebeurt op alle verschillende plekken in Europa op verschillende manieren. En om mensen van elkaar te laten leren, ervaringen te laten uitwisselen, hebben we dat netwerk opgericht. En dat betekent, het kost geen geld. Het is 5 keer per jaar word je uitgenodigd om mee te doen aan, zeg maar, een soort internetseminar. Waarin uitwisseling plaatsvindt over hoe ga je nou om met jacht, hoe ga je nou om met verandering van bosbeheer, hoe ga je om met die grote grazers. Hoe kom je aan je dieren als je ze nodig hebt? Hoe zet je studenten in voor je werk? Nou, noem het maar op. Hoe help je ondernemingen? Nou, daar is dat netwerk voor bedoeld. Thuisbestuiving. Ja, het is heel laagdrempelig. Daarmee kun je. En omdat de Maastricht zo zegt, zit helemaal aan de stedelijke kant van het werk. Ja. Maar dat is denk ik enorm informatief voor soortgelijke clubs die in Duitsland, Engeland, Frankrijk ook bezig zijn met dit soort ideeën. Dus ik zou het ontzettend geweldig vinden als de Maashorst daar zijn inbreng in zou hebben. En omgekeerd denk ik dat de Maashorst veel kan hebben. Ja. Van met name andere culturen die laten zien hoe je met de natuur mee kunt bewegen in je omgeving. Kijk, als ik inderdaad naar jullie website kijk en ook wat je vertelt. Dan voel ik inderdaad wel dat we aan dezelfde dingen op dezelfde manier bezig zijn. En het is denk ik heel erg van belang, wat ik al zei, om van elkaar te leren. En dus denk ik dat als je onderdeel bent van allerlei netwerken, dat gewoon voor beide partijen heel interessant is. Dat is een hele mooie uitnodiging en we horen binnenkort wat de definitieve reactie wordt. We moeten het afbreken. Heren, heel erg dank voor jullie bijdrage en heel veel succes met deze projecten. Dank u wel, graag gedaan. Na een kort uitstapje accordeon spelen, ging hij gitaar spelen. En dat doet hij nou 3 jaar. En naast muziek maken studeert hij ook nog recht in Utrecht. Hij doet dus hoe dan ook recht aan zijn muziek. Geniet wederom van Ruben Petjacek. Look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges we've been burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops falling soft against the window. And let's pretend you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine.
hear the whisper of the raindrops falling soft against the window. And let's pretend you love me one more time. For the good time. Met de reek is inmiddels ruimschoots voltooid. Nu is het wachten op het moment dat Ravenstein zichzelf opheft of niet. Onnavolgbaar en onvoorspelbaar zoals altijd. Als een gebouw zonder muren, hier is Theo van Duren. Goedemiddag allemaal. Ja, jullie begrijpen wel dat ik als directeur van het Wereld Natuur Bestrijdingsfonds de ontwikkelingen in de Maashorst met grote belangstelling volg. En met de oerossen, de wiesenten en de wilde paarden groeit de Maashorst toe naar een wildpark van internationale allure. En dat betekent wel dat je moet gaan professionaliseren, Geert. En dat het dus hoog tijd wordt om een professionele wildteller aan te stellen. Want als je als voorzitter van de Maashorst gebeld wordt door journalisten, krijg je altijd de vraag hoeveel wild loopt er dan rond. En dan moet je wel adequaat kunnen antwoorden, want anders sla je modderfiguur. En dan gaan ze weer meteen gaan ze aan het graven, weet je niet, van hoe zit hij daar met die miljoenen, waar heeft hij ze geparkeerd? Dat werkt, hè. Moet je niet willen. Dus een wildteller. En al het wild moet je in kaart brengen. Niet alleen de dieren, maar ook de wildcrossers, de wildplassers en de wildjoggers. Vooral de joggers, die moet je goed tellen. De levende en de dooien, want er sneuvelen er ontzettend veel in natuurgebieden. Daar komt die joggers, er zijn vaak zestigers die het roer radicaal hebben omgegooid. En die zijn dan gestopt met roken en drinken. En dan gaan ze in één keer gezond leven. En dan kopen ze zo'n mooi sportpakje. En dan gaan ze joggen. Ze komen bijna niet vooruit. Ik noem het joggen. Daar zit tussen joggen en joggen in, weet je niet? En dan worden ze overmoedig en dan gaan ze meteen wild joggen. Dwars door de Maashorst. En dat is te ver. Want in het midden van de Maashorst is geen defibrillator. En dan liggen ze daar dus midden in de natuur. Krijg je natuurlijk ook weer die discussie als met die andere parken allemaal van wat doe je ermee? Opruimen of laten liggen? Maar hoe dan ook, ze moeten geteld worden en daar heb je een professional voor nodig. En dan hoor ik Geert Sterl al denken, ja, dat zou heel fijn zijn natuurlijk, maar hoe kom ik aan een professionele wildteller? Dat valt inderdaad niet mee, want wereldwijd zijn er amper een stuk of 80 geloof ik en in Nederland is er geen één. Want het is een heel moeilijk vak. En dan heb ik goed nieuws. Ik ben een paar maanden geleden gestopt als raadslid van de gemeente Landert. En dat kwam niet omdat ik aangeschoten wild was. Maar omdat ik verhuisd ben naar de gemeente Os. En ik denk dat ik hele goede papieren heb om een waardevolle professionele wildteller te worden. Ik heb me namelijk de afgelopen maanden verdiept in zowel de theorie als de praktijk van het dieren tellen. Ik heb natuurlijk als directeur van het WNBF overal contacten internationaal. Dus ik heb eens contact opgenomen met dat is de heer Vishwanant Raina. Die is directeur van het Nationaal Tijgertel Instituut van India. En, want ik wil natuurlijk, dat snappen jullie ook wel, tijgers tellen. Dat is het hoogst bereikbare op dierentelgebied. Als je tijgers kunt tellen, kun je alle dieren tellen. Nou, die Raina die heeft me de fijne kneepjes van het vak geleerd. En het gaat volgens hem in die vak om twee belangrijke aspecten. Enerzijds het tellen. En anderzijds het wegwezen. Tijgers zijn namelijk ontzettend gevaarlijk. En ze hebben er een bloedhekel aan om geteld te worden. En ze zijn er al voordat je er erg in hebt. Maar je moet wel tellen. Ja, dus je ziet een tijger. Je ziet hem. Je telt hem. Opschrijven, wegwezen. En je hoeft bij Raina niet aan te komen met, ik heb drie tijgers gezien. Gezien? Heb je ze geteld? Want daar gaat het om. Dat is namelijk de essentie van het vak. Eerst tellen, dan wegwezen. Nou blijkt vooral dat laatste aspect het lastigste. Met als gevolg dat hij dus met zijn tijgerinstituut, dat hij voortdurend tijgertellers verliest, omdat ze gedood worden, ernstig verwond raken of vermist. Nou is het zo dat de tijgerpopulatie in India toeneemt. En de pest is dat hij daar dus geen exacte cijfers meer over kan geven. Want hoe meer tijgers erbij komen, hoe minder tijgertellers dat hij overhoudt.
Die moet je dan weer aanvullen. En dan gaat het van kwaad tot erger, want het opleiden van tijgertellers duurt lang. Dus wat krijg je? Dan krijg je zijenstromers aannemen, koeientellers. Vandaar moet je ook een groep schildpadtellers. Snap wel, het is een slagveld geworden. En om de armen bij te houden, heeft hij dan ook weer iemand aan moeten stellen. Een tijgerteller-teller. Maar hoe dan ook, ik heb daar ontzettend veel van opgestoken. Dat is de theorie. Nou, en om alvast in de praktijk ook wat telervaring op te doen, heb ik half januari meegedaan met de Nationale Vogelteldag. 16 januari. Dat wordt georganiseerd door de Vogelbescherming, want die zijn heel bezorgd. Want in 2015 had de telling uitgewezen dat er maar liefst 193 bedreigde vogelsoorten zijn. En nu willen ze graag weten over hoeveel soorten ze zich het komend jaar weer zorgen moeten gaan maken. Dus ik dacht, nou, dan zal ik eens mooi mee kunnen helpen. Dus ik ben achter het raam gaan zitten, pen en papier bij de hand en tellen maar. Dat valt nog niet mee. Het probleem begint namelijk al met het vaststellen van de soorten. Kijk, bij de zwarte vogels gaat het nog wel. Daar heb je maar twee soorten van, grote dikke en middelgrote dunne. Ze gedragen zich rustig, zodat je alle tijd hebt om te tellen en te schrijven. Maar bij de kleine soorten kom je in de problemen. Ja, die hebben meerdere kleuren, dus je kunt niet zomaar zeggen die is rood, die is groen of die is geel. En wat het nog lastiger maakt, ze blijven niet zitten. Heb je er een geteld? Ja, dan wil je dat opschrijven. Dan weet je niet meer, was hij nou groen met een geel bosje of geel met een groen bosje. Dan kijk je weer. Je denkt, potverdomme. Weg. Zit hij nou weer daar? Nee, die is weer bruin met een rood bosje. Zit hij daar? Heb ik die al gehad? Dan word je daar als wildteller dus helemaal scheidsziek van. Nou, ik heb een uur geteld. En toen heb ik de uitslag telefonisch doorgegeven aan zo'n gast van de vogelbescherming. Ik zeg, heb je een pen bij de hand, jongen? Schrijf maar op. 17 zwarte vogels, waarvan 11 grote dikke en 5 half grote magere. En een twijfelgeval, dat was een half grote dikke. En dan weet je niet, hoort hij bij die grote dunnere of bij die kleine, snap je, bij die magere? Nou. Dan heb ik het nog over die bedreigde soorten, meneer. Van die 193 heb ik er geen één gezien. En dat is raar. Kijk, als er nog maar één bedreigde vogelsoort was en dat je die dan niet ziet op zo'n dag, dat kan. Maar 193, dan kom je dat toch minstens een paar tegenkomen, zou ik zeggen. Maar nee, geen één gezien. Dus dan denk ik wel, nou, wat moet je ermee met die dieren? Want nou ben ik even helemaal de tuil kwijt namelijk. Oh ja. Ja, maar deze is ook iets anders. Hè. Nee, daar heb ik nog de uitslag van de kleine gekleurde vogeltjes, heb ik hem nog gezegd. Ongeveer 40. Nou, daar kon je dus helemaal niks mee. En toen was je ook nog geïrriteerd, en dat snap ik, want ongeveer 40, daar heb je dus niks aan. Je wilt gewoon precies weten hoeveel kleine gekleurde vogeltjes er zijn. Dus heb ik een methode aan de hand gedaan, dat je ze nooit meer dubbel kunt tellen. En dat ga ik volgend jaar uitproberen, heb ik gezegd. Dus tellen met een buks. Dus je telt en die meteen plang. En dan kun je ze na een uur allemaal op een rijtje leggen. En in alle rust nog eens natellen. Dus. Meneer Verstijlen, dit zijn zo ongeveer mijn antecedenten. Ik hoop dat je er iets mee kunt. We kunnen straks even contact opnemen. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel, Theo. Hoewel hij vooral covers speelt, schrijft hij inmiddels ook zijn eigen nummers. Op 4 september speelt hij bij het terras van Effen Zitten in Megen. En op zijn Soundcloud kunt u nog veel meer van hem horen. Voor zijn laatste optreden deze middag is hier Ruben Pekacek. Your throne, leave your body alone. Somebody must change.
You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key, but I'm near the end and I just ain't got the time. And I'm wasted and I can't find my way home. Come down off your throne, leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key, but I'm near the end and I just ain't got the time. And I'm wasted and I can't find my way home. Aan het Brabants Conservatorium en is al 25 jaar werkzaam in de muziek. Op 42-jarige leeftijd ging hij weer fulltime studeren, ICT en design aan de Fontes Hogeschool. En met succes rondde hij zijn opleiding cum laude af. 3 negens maar liefst haalde hij met zijn games over de schilderijen van Jeroen Bos. Dames en heren, we hebben er even op moeten wachten, maar uitstel is gelukkig geen afstel. Mag ik een warm applaus voor Erik Swiggers. Erik, welkom. Dankjewel. Een nieuw beroep naast je beroep als muzikus. Ja. Kun je eerst even wat vertellen over jouw muzikale carrière? Ja, ik was als kind, was het voor mij eigenlijk altijd wel duidelijk van, nou, ik hield van muziek, was al snel bezig met muziek. Ik kreeg op mijn 8e verjaardag een elektronisch orgel. Dus ik ben orgel gaan spelen. Bij ons in het dorp in Vlierde, bij Deurne, was de fanfare erg actief, ook met jeugd in die tijd. En ik ging saxofoon spelen bij de fanfare. En toen was het eigenlijk al redelijk snel duidelijk van, ik had, ja, maar ik kan wel zeggen talent, zeg maar. Ik wil in ieder geval verder in de muziek. Ik ga naar het conservatorium. Ik was ook wel geïnteresseerd in techniek. Dus tijdens middelbare schooltijd, ik ben ook wel op rondgekeken naar andere opleidingen. Dus ik ben bijvoorbeeld bij de TU gaan kijken. Maar nee, ik wilde mijn hart volgen. Ik ga de muziek in. Dus vandaar ben ik naar het conservatorium gegaan. Daar heb ik 3 hoofdvakken, 10 jaar gestudeerd. Elektronisch orgel, dus Hammond en elektronische toetsen. Harmonie, fanfare, directie en compositie. En toen ben ik eigenlijk tot 4 jaar geleden, 27, 25 jaar zeg je net inderdaad, ongeveer als zzp'er aan de slag gegaan in de muziek. Ik heb lesgegeven, ik heb heel veel orkesten gedirigeerd, ik heb composities gemaakt. En in de muziek had ik eigenlijk zeg maar 2 werkgebieden. Ik was heel erg bezig met elektronische toetsen, dus spelen, midi-files programmeren, oftewel orkestbanden. Ik heb zelfs ringtones geprogrammeerd in die tijd dat die nog populair waren. En daarnaast was ik heel erg actief in de harmonie- en fanfarewereld. En op een gegeven moment, die ringtones, die markt stortte in, de midi-files werden minder. En er kwamen verzoeken naar mij toe van, hey, zou je voor ons een compositie willen schrijven? Er was een orkest, zei van, wil je bij ons komen dirigeren? En nou ja, dat nam ik allemaal aan. En op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie van, hey, nou doe ik alleen nog maar harmonie en fanfare dingen. Wat ik fantastisch vind, maar ik heb er altijd iets anders bij gehad. Namelijk die elektronische toetsenkant.
En toen dacht ik van, ja, het is ook niet allemaal roze geur en maneschijn in de culturele wereld. Dat weten jullie allemaal ook wel, denk ik. Als ik eens ga studeren, misschien wel een goed idee. Dus ik ben rond gaan kijken naar studies. En toch inderdaad een technische studie, maar dan wel met een creatieve invalshoek. En het mooie is eigenlijk, ik heb op de website van Fontys, daar stond een enquête. Welke studie past het beste bij jou? Ik was eigenlijk erg nieuwsgierig van wat zou daar uitkomen als ik die zou gaan invullen. Dus totaal onbevooroordeeld, ook niet nadenken van ik heb eigenlijk consultorium gedaan. Nee, ik ga het gewoon invullen. Niet te veel nadenken, vraag 1 tot en met 20 denk ik of zo. Klik, 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 klik. En tot mijn verbazing kwam daar als studie die het beste bij mij past, 42-jarige leeftijd, was ICT en Media Design. En als tweede conservatorium. En toen zei iemand tegen mij, ja dat klopt, want dat heb je al gedaan. Dus, toen dacht ik van nou, als ik nou eens fulltime ga studeren, dan kan ik s'avonds mooi blijven dirigeren. Dan, ik heb wel een beetje berekend van kom ik dan nog uit met mijn inkomsten natuurlijk. En het ergste wat mij kan overkomen is dat het me niet bevalt. En dan stop ik na een half jaar. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Dus ik ben naar Fontys gegaan. En die waren best verrast. Iemand op mijn leeftijd die een fulltime studie wil gaan doen. En ik zei, ik wil het gewoon echt gaan doen. Nou, zei die, iemand van Fontys, dan raden we je wel aan om even mee op survival te gaan het eerste jaar. Want je komt dus allemaal 17, 18, 90-jarigen en 19-jarigen. En het leeftijdsverschil zou wel eens een issue kunnen zijn. Dus ik ben inderdaad mee op survival gegaan. En dus in de Ardennen, in een tentje met allemaal jongelui. En het was echt fantastisch. En ik ben begonnen aan mijn studie. En ik weet nog goed, mijn allereerste college, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen van, ik leer weer nieuwe dingen. En mijn horizon wordt in één keer zo groot. Natuurlijk is de ICT ook een wereldje. Het zijn allemaal wereldjes. Maar ik was toch wel dolgelukkig met die keuze. En ja, het is gewoon, ik heb hem helemaal afgemaakt. En mijn doelstelling was inderdaad, ja, als het enigszins kan, dan wil ik ook heel goed afstuderen. En dat is gelukt. Dat dus dat is een beetje in het kort mijn verhaal. Mooi. Ja, daar houden we van gasten die zeg maar één vraag krijgen en vervolgens al antwoord geven op 10 volgende vragen. Maar dat is heel mooi, want dan komen we namelijk voor het onderwerp waar je hier eigenlijk voor zit, Erik, komen we sneller aan toe. Daar is eigenlijk ook de reden waarom ik nou op dit moment hier zit. Erik zit daar, die kan dadelijk op het scherm namelijk veel beter uitleg geven over waar we het over gaan hebben, namelijk de schilderij van Jeroen Bos. We beginnen even met nog het staartje van jou, van je studie. Je hebt een afstudeeropdracht gedaan. Ja, het is zo. En misschien kun je zelf beter even dat bruggetje leggen. Ja, dat dus dan ga ik maar even achterop. Dan kun je over 5 minuten weer een vraag stellen. Nee, het was zo inderdaad. Binnen de ICT Media Design richting bij Fontys zijn ook weer specialisatieroutes, noemen ze dat inmiddels. Digital Publishing was een splinternieuwe route. Toen ik begon, werd dat ook net zeg maar als een soort pilot opgezet. Het heeft te maken met e-pubs, digitale boeken. Alles wat van papier is, zou ook digitaal kunnen. En dan hebben het vooral ook uitgevers hebben het vaak toch moeilijk. Kranten hebben het moeilijk. Met alle digitale middelen inmiddels. Dus die richting ben ik gaan volgen. En inderdaad met het afstuderen. Ja, ik was op zoek naar een afstudeerstage. Dus ik moest een project zien te vinden waarmee ik deze richting zou kunnen afstuderen. En dat viel eigenlijk toch niet mee. Want ik wilde toch wel graag bij een uitgever. Dus niet bij een of ander internetbureau. Maar ik wilde wat ik had geleerd zeg maar, op het gebied van ICT en digital publishing in de praktijk kunnen brengen. En nou, uiteindelijk had ik bijna een opdracht bij het Eindhovens Dagblad. En dan had ik iets met business en expats moeten doen. Op zich een hartstikke prima opdracht. Maar bijna op het moment van de deadline kreeg ik een mailtje van het Brabants Dagblad. Waarvan ik iemand al eerder een keer had ontmoet van, nou ja, met een bedrijvendag iemand kennis gemaakt. En daar had ik al wel aan gevraagd, heb je misschien een stage voor mij? Erik, we hebben misschien wel iets voor jou. Iets met Jeroen Bos. En toen begon het bij mij allemaal meteen te rinkelen. Ik bedoel, ja, ik heb gewoon heel veel affiniteit met kunst en cultuur, ook vanuit mijn muzikale achtergrond. En ja, ik zag die beelden, ik kende lang niet alle schilderijen van Jeroen Bos natuurlijk, maar de Tuin der Lust had ik wel eens gezien. En ik dacht, ja, dat is mijn stage, die moet ik hebben. Dus ik ben daar op gesprek gegaan. Er waren nog 2 andere studenten die ook in de, dat hadden kunnen gaan doen. Maar ik had ook wel gelukkig direct een hele mooie klik met de 2 mensen die, waar ik mee te maken zou gaan krijgen. En ik heb die opdracht gekregen. En daar ben ik nu achteraf bijzonder gelukkig mee geweest. En het Brabants Dagblad had eigenlijk als opdracht, wij zijn een bossenkrant. Het Jeroen Bosjaar komt eraan, we praten dus nu over een jaar geleden, dus vorig jaar februari. Wij moeten iets met Jeroen Bos. Dat verwachten ze van ons, dat verwachten de lezers van ons. We willen iets digitaals, voor een breed publiek, voor wat iedereen leuk vindt. En waar veel bezoekers op komen en wat wij als krant makkelijk kunnen onderhouden. Ja, dat was eigenlijk
Het enige wat ik meekreeg en wat het zou gaan worden, wist nog niemand, wist ik zelf ook niet. Maar ja, wie wil dat niet? Breed publiek, veel mensen, veel publiek. Dat wil iedereen natuurlijk. Dus het was wel een hele uitdaging om te kijken van wat zou ik dan het beste kunnen gaan doen. Dat er nou games zijn geworden, of ja, in eerste instantie was het eigenlijk schilderijen met toegepaste gamification. Dat klinkt net wat chiquer. Want ik wilde niet dat het spel een doel op zich zou zijn. Het doel zou voor mij zijn, mensen moeten zeg maar op zo laagdrempelig mogelijke manier die schilderijen leren kennen. Want ik had research gedaan, dat hoort ook natuurlijk bij afstuderen. Een flink onderzoek, onder andere naar het Brabants Dagblad zelf, naar de doelgroepen, naar de abonnees, hoe is je leeftijdsopbouw, wat zijn de cijfers in alle gebieden. Gewoon om een heel goed beeld te krijgen van het Brabants Dagblad en de doelgroep. Toen ben ik research gaan doen naar het Jeroen Bosjaar. Dus wat er in februari vorig jaar bekend was, wat er allemaal zou gaan komen. Welke festiviteiten, en dat was toen al heel erg veel. Maar toen ontdekte ik dat er heel veel evenementen waren die wel geïnspireerd zouden zijn op schilderijen. Bijvoorbeeld een paviljoen met de Tuin der Lust, de Bosparade met allemaal schilderijen, bestaande schilderijen uitgebeeld. Prachtig. Maar toen dacht ik wel van, maar de betekenis van de schilderijen, wat betekent dan nou wat er allemaal staat? Waarom staat er een uil? Waarom staat er een lepelaar? Waarom staat er een doelzak? Daar kom je bijna nergens tegen. Behalve op een wetenschappelijk, of redelijk wetenschappelijk niveau. Dus op Wikipedia natuurlijk wel, maar ook wel van het Bos Research Project. Maar ja, de mensen die niet direct echt veel affiniteit met kunst en cultuur hebben, die gaan dat echt niet lezen. Zou het niet mogelijk zijn om toch, zeg maar, een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van de schilderijen van Jeroen Bos en hopelijk ook meer geïnteresseerd te laten raken en wie weet ook wel meer bezoekers te laten gaan trekken naar de tentoonstellingen. Nou, dat is dus gelukt, want het was heel snel uitverkocht. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen kaartje, ik ben er nog niet geweest. Ik dacht van, nou, misschien was het ook een vraag, maar ik voelde me eigenlijk moreel wel verplicht om er naartoe te gaan, maar ik was er een half jaar zo intensief met al die schilderijen bezig geweest, met de betekenis, dat ik niet meteen de urgentie had van, ik moet nu een kaartje, ik moet er naartoe. En toen was het al uitverkocht. Dus ja, misschien nog een keer in de nachtelijke uren, of anders misschien gewoon een keer naar Madrid inderdaad, daar te Prada gaan kijken. En mensen spelen graag spelletjes. Dus het kwam toch, zeg maar, ja, mensen moeten eigenlijk een soort intrinsieke motivatie hebben om iets met die schilderij te gaan doen. Dan in dit geval op een digitale manier. En vandaar de gamification, de spelelementen toevoegen. Daarbij heb ik bewust gekozen voor niet meteen een high score of een ranking. Of je hoeft ook niet in te loggen of accounts aan te maken. Iedereen kan gewoon naar die website gaan en op zoek gaan naar een plaatje of een puzzel oplossen. En gaandeweg, je ziet in ieder geval al, als je dan doet met een schilderij voor je neus. Dus je maakt gewoon kennis met de afbeeldingen. En door het spelen van, ja, toch maar het spel, ja, kom je steeds meer te weten over de betekenis en de symboliek van de werken van Jeroen Bos. Dus dat was eigenlijk, dat is eruit gekomen. En het Brabants Dagblad was er heel gelukkig mee. Dus ja, mooi. Dus dan ben je eigenlijk vanuit de stageopdracht, die hebben gezegd van Jeroen Bos, ga daar iets mee doen. Nou, ben je daarmee bezig, Erik? Dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad wel geïntrigeerd raakt. Want het zijn hele verhalen, die Bos op één schilderij zet. Hoe ben je daarmee omgegaan met al die elementen die erin zitten? Ja, ik ben heel veel gaan lezen, boeken en proefschriften over werken van Jeroen Bos, van Charles de Tournay, van Kees Goldewey. Ik had een proefschrift uit 1946 van meneer Baks met een X. Dat was werkelijk, ja, als je het zou uitprinten, zou zo'n stapel papier zijn over één schilderij. En daar stond gewoon van, nou, daar en daar vind je dat en dat betekent dit in de tijd van de middeleeuwen dus. En toen ben ik daarna gaan kijken en toen zag ik al die details. Ja, ik dacht, hier moet ik iets mee. Hier kan ik ook iets mee. Wat me ook frappeerde was eigenlijk de actualiteit van de schilderijen. Wat mij ook meteen hielp, zeg maar, bij het toegankelijk maken. Van, kan ik gewoon toch niet zorgen dat bijvoorbeeld het taalgebruik of dat iedereen merkt van hoe actueel het nog steeds is wat er op die schilderij is. Bijvoorbeeld de hooiwagen die dan nu als pronkstuk in Den Bosch, in Den Bosch hangt. Dat gaat gewoon over de graaicultuur waar we nog steeds mee te maken hebben, wat nog steeds in het nieuws komt. Dus ja, dat frappeerde me hoe actueel het nog steeds is. Ja. Hoeveel games heb je gemaakt in totaal? Het zijn 6 schilderijen, waarvan er 3 dezelfde opzet hebben. Dus dat is eigenlijk een digitaal zoekplaatje. En de andere 3 hebben een andere opzet gekregen. Ik wilde er 7 maken in verband met de 7 hoofdzonden. Ik had het gevoel dat het moet er 7 zijn, maar ik had daar gewoon echt geen tijd meer voor. Je moet ook een rustdag hebben. Ja. vind je het goed als we naar... Als we gaan kijken naar wat jij gemaakt hebt, dan laat ik die regie even aan jou, Erik. Als je dan zo vriendelijk zou kunnen zijn om uit te leggen aan de zaal wat we zien en waar we eventueel op kunnen letten.
Misschien zijn er wel mensen die het al wel gezien hebben online, want iedereen kan er dus bij. Ja, dit is de website. Als je op je thuis gewoon eentoetsbd.nl/bosgame, dan kom je hierop terecht. Er staat een speluitleg, maar daar hoeven we nou niet op in te gaan. Het begon eigenlijk allemaal met dit schilderij, de Zeven Hoofdzonden, wat achteraf waarschijnlijk niet van Jeroen Bos is, maar dat was toen nog niet bekend. Ja, dat is van een navolger of een leerling. Toen ik al die schilderijen aan het bestuderen was, toen, en ik zag dit, en ik had zoveel research gedaan en cijfertjes gezien, ik wilde iets gaan maken. Ik dacht van, ja, vrij logisch, dit nodigt natuurlijk ontzettend uit om het wiel, wat in het midden geschilderd is, te laten draaien. Dus daar is het mee begonnen. Ik ben al aan het programmeren en ik slaagde erin om dit wiel te laten draaien en verder nog niks. Dat was het dan. En het Brabants Dagblad was super enthousiast. Dat is gaaf. Ja, goed, dat was de allereerste stap. En toen dacht ik, nou ja, als dit draait, dan is het dus eigenlijk een rad van fortuin. Dus eigenlijk kunnen we er gewoon een triviant vragen aan hangen. En als we nou, want hier staan de zeven hoofdzonden, op het middelste wiel staan de zeven hoofdzonden geschilderd, zeven dus. Het wiel stopt bij een zonde en dan stellen we een vraag, liefst gelinkt aan de actualiteit die betrekking heeft tot die zonde. Bijvoorbeeld de zonde wellust. Nou, dan kun je bijvoorbeeld iets over de Boonga Boonga feesten van Berlusconi vragen. Of de corruptie bij de FIFA. Je kunt van alles van de huidige tijd toch koppelen aan die zeven hoofdzonden van de tijd van Jeroen Bos. Dus je klikt op het wiel. Hij stopt nu bij ijdelheid. Ik weet niet welke vraag er komt. Want de vragen zijn random. Hoe wordt ijdelheid in de film Seven genoemd? Toch een klein beetje een link. Ja, het is niet helemaal meer actueel, maar een redelijk recente film. Nou, dat is dan in dit geval Envy, hè? Zeg ik het goed? Envy, oh nee, Pride. Dat zien. Ja, correct. De bedoeling is natuurlijk dat je uiteindelijk aan de linkerkant, als er een vraag staat, staat het rad ook. Als je dat vol hebt, dan ben je dus klaar. Woede. In welke stad hangt geen schilderij van Jeroen Bos? Ja, momenteel klopt deze vraag niet. Maar normaal gesproken hangt er geen schilderij van Jeroen Bos in Den Bosch. En linksonder zie je dus inderdaad, je hebt een zonde goed beantwoord. Als je niet goed beantwoordt, dan ga je verder. En rechtsonder zie je jouw score. Wordt verder ook niet gedeeld of niks. Het is gewoon voor jezelf. Oké, ik heb 100% van de vragen goed. Als je nou helemaal uitspeelt, dan en je hebt meer dan 80% gehaald, dan mag je zelf een vraag inzenden. Dus als je denkt van, wat er bijvoorbeeld is gebeurd ineens met dat varken wat is opgehangen. Nou, heeft met woede te maken, van, nou, dan moet je een vraag over stellen. Dan kun je die inzenden naar het Brabants Dagblad en dan wordt die opgenomen in het spel. Als je klaar bent, dan mag je je score delen met Facebook en Twitter. In de tussentijd, in de middelcirkel staat uitgelegd wat er eigenlijk geschilderd is. Even kijken, verder spelen. Ik ga niet alle spellen helemaal doen, want dan wordt het te erg lang. Als je nou echt super geïnteresseerd raakt, dan kun je altijd hierop klikken en dan kun je zeg maar meer lezen over het schilderij. Dus mensen die meer geïnteresseerd raken door het spelen van een spel, kunnen gewoon de toelichting lezen en ook zien waar het hangt en hoe groot het in werkelijkheid is. Nou, hier is mee begonnen. Ik ga gewoon even de schilderij. De Tuin der Lust is natuurlijk het beroemdste. Toch wel het beroemdste en meest bekende werk van Jeroen Bos, wat helaas niet naar Den Bosch is gekomen. Wat gewoon hier wordt uitgeleend. Dit is een zeer bijzonder schilderij, want er staan bijna zeg maar geen afbeeldingen op die in werkelijkheid bestaan. Dat is ook het mooie, vind ik, van veel van de schilderijen van Jeroen Bos. Ze zijn echt tijdloos. En dat blijkt ook nu wel uit de belangstelling die er is voor de schilderijen in Den Bosch. Dit is zijn eigen fantasiewereld. En Bos waarschuwt gewoon, want hij was echt godsvrezend, terwijl je dus de verschrikkelijkste dingen schildert hij. Maar hij waarschuwt voor losbandigheid en voor corruptie en voor misbruik maken van, want je komt in de hel. Daar gaat het allemaal om, zeg maar. Dus je ziet aan de linkerkant het paradijs. Allemaal mooi. Aan de rechterkant zie je zeer losbandige mensen. En aan de rechterkant zie je de hel. En ik dacht van, we maken er een zoekplaatje van. Het klinkt nou heel simpel, maar er is iets meer, iets langer over nagedacht. Maar onder zie je dus, ga op zoek naar deze uil. Heb je een beeldklikker dan op? Oké, ik weet waar die staat. Maar door het zoeken merk je in een keer van, hey, wat zie ik allemaal? Nou precies, ik hoor uit de zaal, het is bloot. Ik was ook wel benieuwd of dit zou aanslaan bij een grote leeftijdsgroep. Dus van jong tot oud.
En de dochter van mijn vriendin was 15 vorig jaar. Had niks met kunst, heel veel met mode, maar goed. En zei het Julia, ik zeg van Julia, zou je eens even willen testen? Zou je dit eens voor mij willen doen? Ik was echt benieuwd of zou dit aanslaan. Ah, daar heb ik helemaal geen zin in. En, schilderij, nee. Ik zou het toch even willen doen voor mij dan. Oké, is goed. En ze ging zo aan het zoeken. Maar Erik, dit is gewoon een vette orgie. Ja. En zij ging dus inderdaad toch al die plaatjes zoeken. En ze vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dus dat was voor mij in ieder geval toen op dat moment duidelijk van... Oké, ik ben op de goede weg. Ik heb iets te pakken waarschijnlijk wat mensen toch leuk vinden. Als je het plaatje hebt gevonden, dan krijg je een labeltje te zien waarop staat... wat dat detail betekent. Want ik ben erachter gekomen, geen één detail in de schilderij staat er toevallig. Alles, letterlijk alles heeft wel een betekenis. En dan heb ik het niet over een stukje groen van het gras... maar wel waarom er een vos staat met een hagedis in zijn bek... of waarom daar een aardbei op staat... of waarom daar een braam in de bek van een vogel zit... of waarom er een doedelzakspeler zit. De uil stond in de middeleeuwen voor het kwaad. Nou, dat kun jij als speler meekrijgen. Dus je... Maar je hoeft het niet te lezen. Als je denkt van dat interesseert me niet, dan zie je toch het schilderij van Bos, zeg maar. 5 minuten voor je neus, dat was stap 1. Ga je het wel lezen, dan krijg je de betekenis mee. Raak je dan geïnteresseerd, nou, dan klik je dus in dit geval boven op het knopje en je ziet de complete toelichting van de schilderij. Dus dat was in 3 stappen eigenlijk. Nou, hier heb je een muziekinstrument. En die Jeroen Bos schilderde die als martelwerktuigen. Want muzikanten waren ook zondaars in die tijd, losbandige types. Die olifant, die heeft hij waarschijnlijk zelf echt gezien op kermis. Nogmaals, ik ga ze niet allemaal af, want dan zitten we hier om 5:30 misschien nog wel. Of hoe laat? Is dat? Aardbeien, kersen, frambozen zie je ook in verschillende schilderijen terug. Werden geassocieerd, dat was een symbool van geslachtelijke lust. Het is wel bijzonder, dit gezicht komt op verschillende van zijn schilderijen terug. En men denkt dat dit een zelfportret is. Dit is het gezicht van Jeroen Bos. Zit ook in onder andere in de Antonius Drieluik. Zit, als je een aantal schilderijen dicht doet, bijvoorbeeld de hooiwagen, zit het aan de buitenkant. Dus dit is Jeroen Bos hoogstwaarschijnlijk zelf. Het was voor mij trouwens best ooit lastig om... als je al die bronnen gaat lezen, dus de boeken en van de geleerden die zich daar echt in verdiept hebben... dat de meningen soms verdeeld zijn. Dus dan was het aan mij een beetje de keuze van... Oké, ik denk dat dit het beste past. Ik zie dat het laat wordt, hè? Ik ga eventjes door. Typisch voor Jeroen Bos zijn toch wel die drie lijken. Links het paradijs, in het midden iets wat er gebeurt. En dan ga je naar rechts naar de hel. Dus die hooiwagen, dat is ook al uitgebreid op tv geweest natuurlijk. Die hooiwagen wordt naar rechts getrokken. Die gaat richting hel. In dit geval wordt er ook een burcht gebouwd. Dus Bos wilde daar blijkbaar mee aangeven van... nou, daar komen zoveel zondaars, we moeten de hel uitbreiden. Er komt gewoon, we maken een nieuwe burcht. Wat je in heel veel schilderijen ook ziet, is de brand. Rechtsboven zie je dus een brand. In 1463 is een Bos afgebrand. En dat heeft waarschijnlijk Bos zelf gezien. En dat heeft zoveel indruk gemaakt. Op heel veel schilderijen zie je dat terug. De doedelzak. Ook in dit schilderij komt die terug. Dat had in die tijd een erotische lading. Dat noemen ze een pijpzak. En het bespelen van een doedelzak noemen ze pijpen. Ja, sorry. Toch weer die lust. Toch weer die wellust, ja. Je ziet hier ook achter de hooiwagen, daar lopen ook dus gewoon hooggeplaatste, inclusief de paus, lopen achter dat hooi aan. En de hooi stond voor vergankelijk materialisme, dus voor goud. Iedereen wil een stukje van dat hooi. En hier rechtsonder zie je een dikke pater. Bos had ook heel veel kritiek op de kerk. Niet op de kerk aan zich of op het geloof, maar wel op... geestelijke die daar misbruik van maken, inderdaad. Dus die ook corrupt waren. Het spelelement is als volgt. Je moet hier dit schilderij opnieuw samenstellen. Maar het probleem is natuurlijk dat de afbeelding weg is. Je hoort gelukkig wel een belletje als het plaatje goed ligt. En als je het niet goed ligt, dan hoor je het belletje niet. Alsof je het vaker gedaan hebt. Wat hier ook gebeurt is... Als een aantal plaatjes die bij elkaar horen op zijn plek liggen... dan krijg je toch weer een toelichting op dat stukje van de schilderij. Als je denkt van de interesseert me niet, klik je het weg. Als je denkt van is leuk, ik lees het. Die zoomfunctie, hè, die op het vorige zat, zit die overal op, Erik? Of is dat puur en alleen naar de schilderij?
Nee, dat is het zoekplaatje, dus wat jij noemt inderdaad een zoomfunctie, dat met de testen bleken de meeste testpersonen dat het leukste te vinden. Dus daar heb ik, en ook een beetje gezien de tijdsdruk die ik had, toegepast op nog twee schilderijen. Dus dit schilderij, dit vind ik eigenlijk wel een van zijn mooiste. Dit hele schilderij vertelt het verhaal van de heilige Antonius, die dus na een redelijk rijk leven overal afstand van deed en heel sober ging leven en de duivel probeerde hem over te halen om toch in zijn kamp te komen met rijkdommen. En als je sommige details ziet... Is het ook die Antonius' beste vriend zorgt dat dit weer vindt? Dat is wel leuk als je dan eronder ziet van kun jij hem vinden? Ik zoom hier even in. Ik heb ook geprobeerd, dus dit is een van de zoekplaatjes die je straks zou tegenkomen als je het gaat doen. Kiss my ass. Dat is gewoon een hedendaagse uitdrukking. Dus het zoekplaatje is in dit geval op chronologische volgorde van het verhaal. Ook muziek is hier er een beetje bij passen. Typische figuren voor Bos zijn dan noemen ze wel de kopvoeters. Dat zijn figuren zonder romp. Dus je hebt een hoofd en je hebt voeten, dat is het. En dat komt uit de Griekse mythologie. Dat werd als zeer aanzienjagend bevonden. En dus kopvoeters, daar zijn ook beeldjes van te kopen en zo. Die zie je ook in verschillende gedaantes overal terug. Ja, hier ook weer, dus of je leest het eeuwtje of niet. Of je vindt het interessant en je gaat naar de toelichting, het verhaal, waar het hangt en hoe de buitenkant is. Een iets afwijkende schilderij, en blijkbaar niet zeker ook van Jeroen Bos zelf, maar van de navolger, is dit. De goochelaar. Wat hier gebeurt is dat je moet de elementen terugzetten op de plek van waar ze stonden. Je krijgt een toelichting. En dit is zeg maar een soort gids. Want als je iets verder gaat, dan krijg je ook een toelichting, maar direct ook markers, bijvoorbeeld hier 1 en 2. En dat komt overeen met de tekst. Dus je ziet iemand kijkt vol ongelooflijk toe hoe zijn beurs wordt gestolen. Dat is bij cijfertje 1. En dan, dit is het hele verhaal. Ook dit is heel actueel. Er waren bendes op de Gay Pride in Amsterdam. Die dus gewoon balletje speelden. Terwijl de medecompanen gewoon het publiek was om toe te kijken, beroofden. Dus dit is uit de middeleeuwen en het gebeurt nog steeds. Heb je spel af? Nou, dan krijg ik een paar vragen hierover. En tot slot hebben we dan nog... ik ga gewoon even een beetje sneller, is dat goed? Ja. Als hij het doet. Ja. Het laatste oordeel, dat is natuurlijk de laatste schilderij. Ook weer een zoekplaatje. Hier het ei-monster, ook zijn creatie, wat ook als beeldje er is. Halleluja, muziekje bij als je iets hebt gevonden. Ja. En ja, dus het zoeken is inderdaad, dat vinden de meeste mensen die het gespeeld hebben eigenlijk het leukste door het gezien van de gruwelijke details in dit geval. Als je bijvoorbeeld hier kijkt naar dit wijnvat, als je ziet waar erin gaat, dat is gewoon urine. Dus het is echt hartstikke smerig. En iemand moet het drinken ook nog. Dus, en dit is trouwens wel een bijzonder schilderij dat het middengedeelte al direct de hel laat zien. Dus de verdoemde laat zien. Dus dat wijkt een beetje af van de meeste van zijn andere schilderijen. Maar heel veel elementen komen dus gewoon in alle schilderijen terug. De thematiek is eigenlijk nagenoeg hetzelfde bij de meeste schilderijen en zeer actueel. Maar je ziet dus de doedelzak. Je ziet de vaantjes van de bordelen van vroeger zijn altijd geel, van geil. Dus wat dat betreft met Wim Daniels, met die tekst, het is echt fantastisch dat dat eigenlijk allemaal ook hier terug te vinden is. Wat hier nog achter zat was dat als je alle 6 schilderijen hebt gespeeld, dan heb je aan het einde van elke schilderij krijg je een woord. Dat kan we niet doen, dat duurt te lang. Als je die woorden achter elkaar plakt, dan heb je een leuke zin. En die kon je inzenden naar Brabants Dagblad. En dan kon je toegangskaarten winnen voor de tentoonstelling. Maar die datum is voorbij inmiddels, dus dat kan niet meer. Maar er zat er nog aan om het zeg maar te binden. Een soort anker. En je kon het allemaal delen op Twitter en Facebook als je het leuk vond, zeg maar, en je score laten zien. Dus dit is eigenlijk... ik ben super gefascineerd geraakt door de wereld van Jeroen Bos. Ik vond het al leuk om die opdracht te gaan doen, maar toen ik daar echt mee aan de slag ging, ik werd echt geobsedeerd bijna. Van, godverdorie, we zitten er allemaal in en wat betekent dat allemaal? Hoe had die man... Er gaan verhalen dat hij misschien wel aan de paddo's was, hè? Zeker weten. Ja. Maar hij was uiteindelijk toch godsvrezend. Dus hij was heel vroom. Maar hij waarschuwt de mensheid hier, zeg maar. Ja. Dus ja, dit is mooi. een beetje wat het is geworden. Heel mooi, zeker de moeite waard om eens de spellen te gaan bekijken thuis. Lijkt me heel veel werk om dat zo uit te zoeken en daar op deze manier werk van te maken. Heb je ondertussen ook alweer nieuwe inspiratie op gedaan hoe je hier nu mee verder wil?
Ja, dit concept, dus het toepassen van gamification op een onderwerp, kan natuurlijk ook met alle handen. Het zou ook met de Maashorst kunnen, bijvoorbeeld. Hè? Je zou hier zomaar een luchtfoto voor op kunnen zetten en ga op zoek naar de Wiesens of ga op zoek naar. Of je kunt een legpuzzel maken van iets anders. Ik noem dit voorbeeld nou, maar het zou ook van de Efteling kunnen zijn. Of van het stationsgebied in Deurne heeft mij benaderd van, wij willen ook zoiets voor een station in Deurne. Zou je zoiets kunnen maken? Ik weet niet of dat doorgaat, maar dus het museum in Ast was ook geïnteresseerd wel. Maar op dit moment werk ik fulltime in de ICT. No. Dus best druk eigenlijk. En muziek is weer, ja, dat klinkt raar, maar is weer echt mijn hobby. Ik had het voornemen om na het afstuderen te gaan werken in ICT en vooral zelf veel muziek te gaan maken. Want ik heb de laatste jaar daarvoor vooral gedirigeerd en gecomponeerd en ik miste het spelen. En nu, alles wat ik nu in de muziek doe is in eerste instantie echt voor mijn eigen plezier. En ik ben daar nu ook niet meer afhankelijk van. Dus ik geniet van de muziek. Dat is uiteindelijk mijn allergrootste passie. En ik heb heerlijk werk. Dus ja, ik heb een goede keuze gemaakt en ik heb goed naar mijn zin. Ja, goed. Ja, fijn. Maar ik kan me ook voorstellen, ik vind dit ook, als ik het nu al even zo zie, heel inspirerend voor een heel breed publiek, kan ik me echt voorstellen. En als je daar met meer projecten aan de gang gaat. Ja, je kunt hier alles in hangen eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Nou, Erik, heel erg dankjewel voor je komst en uitleg. En we hopen nog veel van je te horen op wat voor gebied dan ook. Dankjewel. Dankjewel. Leuk. Dames en heren, Erik Swiggers. En natuurlijk, zoals altijd, staan en zitten ze alweer klaar. Op tekst van Johan Berendsen. Op gitaar begeleid door Leon Hoeks is hier Willeke met het Zout Slotlied. Muzikanten kunnen spelen, hebben ons vandaag bekoord. Erik blijkt nog meer te kunnen, wat hij doet is ongehoord. Bos maakte de tuin der lusten, Os meet zich die titel aan. Is nog niet zo slecht bekeken, eentje voelt zich zo een zwaan. Ik kan van die zwaan genieten, ben zelf ook wel trots op Os. We hebben hemel, hel en zonde, horen echt bij Jeroen Bos. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoe, bidoe, bidoe. Bidoe, 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 bidoe. Brabander in hart en nieren, Aarle Rikselse kom af. Nederlands kan hij ons leren, Brabants gaat hem ook goed af. Helmonder is hij geworden, kattenvangers zijn humaan. Vreemdelingen zijn er welkom, heeft de stad zelf gedaan. Namen zelf een beslissing, Den Haag kwam niet eens in beeld. Kunnen wij nog iets van leren? Jullie zijn een schoolvoorbeeld. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoe, bidoe, bidoe. Bidoe, doe, doe, dum. Wilder moet het hier gaan worden, zout was vandaag actueel. Nieuwelingen welkom heten, een stuk Maashorst wordt hun deel. Mogen zij hier thuis gaan horen, krijgen zij hier ook een kans? Of laten we angst regeren, raken wij in onbalans? Zij vallen de vrouwen lastig, stierig, een en al hormoon. Samen houden we het veilig, daarom Os, we send them home.
Want het is allemaal zout, allemaal zout. En je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi je het rond en in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui, doei, doei. Dum. Het zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen, Anneke Smits en Jurgen Pigmans. Productie Jules Ieding, Jan Ulijn en Theo van Duren waren onze columnisten. De tekst van het zoutdoet is van Johan Berendsen, werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Leon Hoeks. Onze muziekprogrammeurs zijn Rob Wijnhout en Thijs van Dam. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Ruben Pegacek. De organisatie deden Paul Peters, Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Ellie Schuurman, Sjaak Bloks Willy en Willy Bloks. De techniek was in handen van Han Pannenkoek, Thomas van der Pol en Ramon van der Veer. De foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze website www.politiekevzout.nl. Zout is een initiatief van Jules Ieding en wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Annemieke Boelaert en Stijn Steenbakkers. Dank aan al onze tafelgasten Erik Zwegers, Geert Verstijlen, Wouter Helmer en Wim Daniels. En graag zien we u terug op zondag 8 mei. Dank u wel.